goedenavond allemaal. Ondanks deze mooie zonnige avond, zoveel belangstelling, dat doet ons heel veel plezier. Vanavond hebben we hier een ongelovige Thomas op bezoek, professor Johan Braakman. Professor aan de Universiteit Gent, heeft gedoseerd aan de Universiteit in Amsterdam, in de Verenigde Staten aan de Rutgers University. Is hij een van de believers, de mensen die heel actief achter de vereniging SCAP staan en die zich bezighouden met het screenen, zeg maar, van allerhande fake news die zich als wetenschap laat doorgaan. Is zeer geïnteresseerd in ecologie, was ook een van zijn studies destijds aan de VUB, menselijke ecologie. Wat ik ook las, wat ik heel sympathiek vond, is dat hij een vegetariër is op ethische gronden. Daar ik ben zeer bij verwant. Is eigenlijk iemand die zeer gespecialiseerd is in het Darwinisme, denkt eigenlijk heel sterk vanuit dat perspectief. Heeft daar tal van publicaties over, daar ga ik natuurlijk niet allemaal wat lijstjes over lopen. Misschien belangrijk om te zeggen, een doctoraat gemaakt in 1997 onder de titel De Natuurlijke Orde tussen noodzaak en toeval, welwillendheid en vijandschap, ontwerp en evolutie, dubbelpunt, de Darwinistische transitie. Dat is een mond vol. Maar dat was bij Etienne Vermeers. En we zullen het vanavond hebben eigenlijk over de ideeën van professor Etienne Vermeers, die ooit eigenlijk vernoemd is geworden als de meest invloedrijke intellectueel in Vlaanderen. Etienne Vermeers was, zou je kunnen zeggen, eigenlijk een filosoof die niet eigenlijk alleen maar achter de katheder bleef staan, maar zich zeer maatschappelijk engageerde. Denk maar eigenlijk maar aan de wetgeving rond euthanasie, abortus en de fameuze commissie Vermeers, die zich bezighield met de menselijkheid van uitwijzing van illegale asielzoekers. Dus eigenlijk een Etienne Vermeers, zowel eigenlijk op filosofisch-theoretisch vlak als in zijn maatschappelijk engagement, eigenlijk een heel belangrijk figuur geweest hier in België. Helaas overleden in januari 2019. Hij had een verleden als jezuïet. Klinkt eigenlijk een beetje als een misdadiger, maar hij was wat dat betreft dan ook zeer belezen en had heel veel kennis op het vlak eigenlijk van het christendom en kon zich daarmee meten eigenlijk met de kardinaal destijds. Ik had de indruk toen hij op televisie bezig was dat hij beter de Bijbel kende dan de kardinaal. Hij had er eigenlijk een indrukwekkend geheugen. Maar was tegelijkertijd ook een man die op een zeer bemiddelende manier persoonlijke contacten kon onderhouden. Heel bekend voorval was dat hij met ruzie kreeg met Luc de Vos in Gent, de zanger. En dat hij dan eigenlijk op café ging om het dan bij het dispuut eigenlijk bij te leggen. Het was iemand die je zou kunnen zeggen in het spoor van denkers zoals een Bertrand Russell of een Jean-Paul Sartre. Met het ene been in de filosofie, met het andere been eigenlijk in de maatschappij. En daarom vinden we het ook heel belangrijk natuurlijk om binnen die reeks van de grote vier daarover professor Braakman aan het woord te kunnen laten. Wij luisteren graag naar uw woord. Dank u wel. Dank u wel, Johannes. En dank voor de uitnodiging aan de mensen van het Massereel Fonds en de mensen van de bibliotheek Oostende hier voor de gastvrijheid. Dank u om te komen. Zoals Johannes al zei, het is eigenlijk een hele mooie avond. U zou ook op het terras kunnen zitten, dus ik waardeer dit zeer. Ik ga de klok een beetje in de gaten houden dat het niet te oeverloos uitloopt. En ook moet ik ruimte laten voor vragen uiteraard en eventueel discussie of gesprek. Goed. Etienne Vermeers dus. Ja, mag ik misschien eerst even vragen, dan ben ik zelf zo'n beetje georiënteerd. Wie heeft er ooit een lezing van hem bijgewoond? Ja, wie niet? Tja. Dus veel mensen niet. Dat is in zekere zin merkwaardig, want hij heeft er vele honderden gegeven natuurlijk. Wie heeft hem ooit op televisie in actie gezien? Ja, dat is wel bijna iedereen. Hè? Ja. Wie heeft er ooit iets van hem gelezen? Ja, boeken of een boek?
Ja, dat is al veel minder. Opiniestukken? Ja, de meeste mensen wel zo. Ja, oké. Ja, dan weet ik zo toch ongeveer iets. Wie heeft er ooit les van hem gehad? Dus les, hè? Dus een cursus of zo. Aan de universiteit of elders. Ja, dus daar zijn er ook niet zo geweldig veel. Maar goed, oké. Ik weet wat mij te doen staat. Etienne Vermeers, kijk of u nu hem ooit in actie gezien heeft of niet. Ja, laat ik dit nog even... Wie heeft er ooit met hem een persoonlijk gesprek even gehad? Al is het maar zo na een lezing aan de toog of zo. Ja, niet zoveel mensen. Dat is merkwaardig, want hij heeft toch ongeveer iedereen in Vlaanderen en bij uitbreiding België toch wel ontmoet persoonlijk. Toch zeker als ik dat moet geloven, wat de mensen na zijn dood mij allemaal zeiden zo. Iedereen was zijn beste vriend, leek het wel. En ik denk dat dat toch voor een stuk te maken heeft, en ik vermoed dat de mensen die hem hier een beetje kenden, ik weet dat er hier zitten die hem ook toch vrij goed kenden, dat kunnen bevestigen. Het duurde niet lang of je had met Etienne Vermeers een band alsof je bevriend was. Hè. Dus hij sprak met iedereen die daarvoor open stond. En of het nu de man van de vuilniskar was of de poetsvrouw in het parlement waar hij soms eens kwam. Of een minister of om te even wie. Professoren, noem maar op. Hij behandelde eigenlijk iedereen op een gelijke manier en praatte met iedereen eigenlijk wel op dezelfde manier. Hè. Ik denk dat dat een van zijn aantrekkelijkste karaktereigenschappen was. En hij hield er ook van om dingen uit te leggen. Ik ga nu een beetje over zijn persoonlijkheid praten eerst zo en gaandeweg kom ik tot ideeën natuurlijk en opvattingen. Maar hij hield er gewoon van, hè, om kennis te delen. En ik weet dat dat soms op sommige mensen zo'n beetje een verkeerde indruk maakte zo. Ik kon zo vragen, ken je die of die? En dat was dan een obscure middeleeuwse theoloog of zo. En dan moest je natuurlijk nee zeggen. En dan speelde hij zo verwondering, zo van, maar van, kent jij die niet? Hè? Alsof dat je dus eigenlijk bijna niks wist. Zo, hè? Maar dat was natuurlijk een beetje een spel dat hij speelde. En hij deed dat dus met iedereen. Hè? En soms, dat was zijn humor. Hè? Hij had een zeer goed gevoel voor humor. Soms kon hij mensen zo, bijvoorbeeld een sportexpert of zo, en hij wist, ja, ik ga daar met een sportexpert praten. Maar dan zocht hij een of andere obscure winnaar van een rit in de ronde op of zo, en dan vroeg hij, kent jij die? En dan zei hij natuurlijk ook van nee, meestal. En dan kon hij zeggen, oh, enfin, dat is een bekende coureur, heeft nog dit gewonnen en zo. Dus hij hield daarvan, ja. Maar het belangrijkste hier is misschien dat hij er bovendien erg van hield om dan zaken uit te leggen aan mensen, hè, om kennis te delen. Sommige mensen hebben dat misschien ervaren als kennis opdringen, hè, want hij was vaak lang aan het woord. Maar bon, hij praatte graag en hij wist veel en de meeste mensen luisterden ook wel graag naar hem. Ja, maar soms kreeg je geen woord tussen, dat is wel zo. En dat wist hij zelf ook wel en dat werd hem soms wel ook vaak gezegd. Hè. Niet het minst, moet ik dan zeggen, door zijn vrouw bijvoorbeeld. Hè. Maar goed... Je kon hem dat bijna niet kwalijk nemen. Hij hield er gewoon van om dingen uit te leggen. En hij kon het ook zeer goed uitleggen. Ja, dus ik heb toch maar weinig mensen in mijn leven gekend die, als ik iets niet goed begreep, en dat mocht iets wetenschappelijk, iets wiskundig, iets filosofisch zijn, noem maar op, iets historisch, als het Jan Vermeers dat uitlegde, ja, dan kreeg je op zijn minst toch het gevoel dat je het dan wel begreep. Ja, je werd ook getriggerd om... gestimuleerd om er dan verder over te lezen. Ik denk dat dat ook het effect was dat hij had op studenten. Niet op allemaal, hè. Dat gaat ook niet. Mensen verschillen. En heeft vele duizenden studenten gehad. Hè. Een beetje per toeval door de cursussen die hij gaf. Dat waren cursussen voor grote studentenaantallen. Maar eigenlijk hadden die geluk, denk ik. Hè. De meesten daarvan zullen dat toch wel op een positieve manier hebben ondergaan. Omdat, ja, als hij iets uitlegde, dan begreep je dat. Hè. Men zegt soms in sommige pedagogische kringen, ja, maar het is belangrijk dat je soms ook eens iets vertelt dat men niet snapt, zodanig dat men net daardoor getriggerd wordt om enzovoort. U begrijpt de redenering. Ja, ik weet dat niet zo goed, enfin, daar gaan we nu ook niet op in. Ik denk dat Etienne Vermeers iemand was die begeesterend kon uitleggen, hè, die de vonk kon overbrengen, die u nieuwsgierig kon maken om u er verder zelf dieper...
in te verdiepen dus. Hè. Om naar de bibliotheek te lopen en erover te gaan lezen enzovoort enzovoort. Enfin, op mij had hij toch dat effect. En ik denk toch wel op heel veel mensen. Ja. Nu, soms, als je hem op televisie in debatten zag, bijvoorbeeld, of in panels, live zo aan de universiteit, of wel, heeft er zo honderden en honderden gedaan. Hè. Soms kon hij wel een beetje een stormram zijn, dat weet u misschien zo. Bon, dan ging hij er heel hard tegenaan. Misschien soms te hard. Hè. Hij maakte zich dan bijna kwaad zo en pakte mensen hard aan. Dus ik zeg dat er maar meteen bij, omdat ik weet dat hij dat effect op veel mensen wel gehad heeft. Maar zonder dat te willen verschonen of verhoelijken of zo. Eigenlijk was dat gewoon zijn temperament en zijn verlangen om mensen iets uit te leggen. En als dat dan niet doordrong, ja, dan kon hem dat wel frustreren. Dat is wel zo. Ja. Hij wou heel graag dat die communicatie lukte. Dus je kunt dat natuurlijk ook zien als een vorm van respect. Hè? Dus hij vond niemand te min of te eenvoudig, of wat dan ook, hoe je dat ook wil noemen, om dus noods urenlang mee in gesprek en in debat te gaan. Zie je? Dus hij ging geen discussie uit de weg met niemand. En hij hield daar gewoon van. En dat leverde hem ook wel levenslange vriendschappen op. Met mensen van zeer divers plumage. Ja, van politiek links of rechts, of gelovig, ongelovig, militant atheïst of militant katholiek of wat dan ook, over alle grenzen heen, had hij vrienden, hè, waarmee hij het vaak fundamenteel oneens was natuurlijk, dat is evident. Hè. Maar waar er toch uiteindelijk ja, een connectie als mens was ontstaan. Ja, dus ook dat is toch iets, ja, iets heel specifieks voor hem, hè, wat ik bij niet zoveel andere mensen heb gekend tot nu toe in mijn persoonlijk leven. Ja. Nu, heel even persoonlijk, ik heb hem leren kennen toen ik student was en dan ben ik bij hem even gaan aankloppen om een thesis te maken. U kent dat, hè? En dat ging, die thesis ging over E.O. Wilson en zijn ideeën. En E.O. Wilson, sommige mensen zullen die kennen, is onlangs overleden. Hè? Een bekende evolutiebioloog, ecoloog, eilandenbioloog, entomoloog, grote mierendeskundige. U vraagt zich misschien af, wat heeft dat met filosofie te maken? Wel, Wilson had zo nogal wat stof doen opwaaien, in de jaren 70 vooral. Dus ik werkte daar rond in de jaren 80, maar dat was eigenlijk toen pas zo overgewaaid naar hier, door zijn bewering dat uiteindelijk de menswetenschappen en zelfs de ethiek, dat moest opgenomen worden in de biologie. Dus ja, u begrijpt dat dat niet zo evident was. Dat is het natuurlijk nog niet, maar bon. Dus daarover ging mijn thesis. En Etienne heeft dat op zijn manier begeleid, zodat hij dat met, zoals hij dat met veel mensen deed, denk ik. Ik kwam dan in zijn bureau in de Blandijnberg en ja, we praten een beetje. En dan zei hij, ja, ik zal u het een en het ander meegeven om te lezen. En er waren toen nog wat heette seminariebibliotheken. Dat was eigenlijk een compleet absurd systeem. Dat betekende dat iedere prof zijn eigen bibliotheek had. Nu gelukkig hebben wij een bibliotheek in Gent dus van de faculteit Letteren en Wijsbeheer. Dat zit nu allemaal samen. Zo, ja. Maar toen moest je dus, als je 5 boeken nodig hebt, moest je naar 5 verschillende seminariebibliotheken. En die waren dan altijd gesloten natuurlijk. Of er werkte daar wel een gewetensbezwaarde, u kent dat. Maar die gingen dan meestal een briefje op, dadelijk terug. Maar ja, dat betekende dan volgende week of zo. Hè. Dus dat was eigenlijk helemaal niet zo interessant. Het gevolg was dat ik echt ja, naar Leuven ging om boeken te gaan ontlenen. Want daar mocht je 10 tegelijk meenemen. Zwat, dit terzijde. Maar dus Etienne zei dat ja, ik zal u wat meegeven om te lezen zo, bij een gesprek over de thesis. En dan gingen we naar zijn seminariebibliotheek, daar dichtbij. En dan nam hij zo wat boeken uit de kast, zo een stapel van 10 zo. En van, pak dan een keer mee en lees dan een keer. En dan had je dat wel verstaan. Zo. Dat was natuurlijk intimiderend. Misschien was het ook de bedoeling. Ja, de volgende keer vroeg hij, heb je dat gelezen? Ik zei dan altijd van ja, natuurlijk. Hè. En dan was hij content. Hè? Ja. Nu goed, ik heb dan het geluk gehad om bij hem een doctoraat te kunnen maken. En ja, eigenlijk heb ik hem dan voor de rest van zijn leven wel... ja, zijn we contact blijven houden. We woonden ook niet ver van elkaar, toevallig. Hè? Dus ik sprong zo wel geregeld eens binnen en soms kwam hij wel eens op bezoek. Dus ik heb hem toch ja, ongeveer 30 jaar lang vrij goed gekend. Hè? Dus als ik zoiets zeg over zijn persoonlijkheid... ja.
Dat is natuurlijk mijn persoonlijke indruk, maar die is toch niet gebaseerd op een paar ontmoetingen, maar op ja, meerdere decennia toch. Ik wil ook iets zeggen over zijn achtergrond als kind en jongeling, omdat dat belangrijk is. En ook iets over waar Johannes al naar verwees, het feit dat hij is ingetreden in het klooster. Heel veel mensen weten dat en dat spreekt zo wel een beetje tot de verbeelding, denk ik. Dus daar moet ik zeker iets over zeggen, omdat dat natuurlijk voor een deel toch bepalend is geweest voor zijn verdere ja, leven en denken. Zij het niet op de negatieve manier wat veel mensen wel blijken te denken. Zijn latere kritiek op godsdienst en de kerk enzovoort, de paus, en gaan ze maar door, de katholieke ethiek en zo, en ook de islam, religie, godsdienst in het algemeen. Nogal wat mensen denken, ja, dat is uit een soort verbittering, zo bijna natrappen zo naar die periode er in het klooster en is daar dan weer uitgetreden uit frustratie enzovoort enzovoort. Maar dat is helemaal niet juist. Dus daar geloof ik hem op zijn woord, ja. Ik geloof hem altijd op zijn woord. Ik heb hem nooit betrapt op onoprechtheid natuurlijk. Maar het feit dat hij zeer kritisch was, dat is ook zo natuurlijk, naar religie enzovoort toe, heeft niets daarmee te maken. Integendeel, hij heeft daar altijd op teruggekeken als een zeer mooie, intense periode in zijn leven. En dat hij is uitgetreden dan weer, heeft eerder te maken met een dissonantie die hij had, omdat hij zich niet meer kon verzoenen met opvattingen waar hij toch moest achterstaan natuurlijk, hè, in dat klooster, in die opleiding. En hij wou consequent zijn met zichzelf en dat ging dus niet meer. En dus begreep hij, ik moet weer uittreden. Ja, maar nu loop ik al een beetje vooruit, ik moet eerst uitleggen hoe dat zo gekomen is dat hij is ingetreden. Hè. Maar bon, eerst even dit, hij is geboren op 2 mei 1934. Dat is dus toch al een hele tijd geleden. In Sint-Michiels, toen nog een zelfstandige gemeente, maar door de fusie hoort dat nu bij Brugge, als ik mij niet vergis. En dat waren andere tijden. Hè. Ik ben zelf uit de jaren 60, maar ook dan waren dat al andere tijden, denk ik. Hè. Dus dat is toch niet... dat valt niet te onderschatten, denk ik, de invloed dat zoiets op iemand kan hebben. Zijn vader was tot zijn 11e naar school geweest en zijn moeder waarschijnlijk ook zoiets. Hè. Dat was helemaal niet zo ongebruikelijk. En ik heb dat hier in een tekst die hij ooit geschreven heeft over zijn achtergrond, zo, die niet gepubliceerd is. Maar, ik moet dat even zeggen, in dit boek De Nagelaten Geschriften, hè, ik heb die mede mogen samenstellen na zijn dood, daar hebben we wel zo'n een soort biografisch stuk geschreven, waarin wat ik hier nu vertel meer uitvoerig aan bod komt, voor wie dat zou boeien. Ja. En ook, ja, ik moet er misschien bij zeggen, ondanks zijn relatie en ook de mijne met Skep en zo, het is aangetoond dat een boek in huis halen van Etienne Vermeers, dat brengt geluk. Ik zeg het maar, ja. Goed. Om u te situeren wat die achtergrond was van dat gezin. Hè. Zijn vader, geboren in 1899, zijn moeder in 1900. En zijn vader had 3 broers en 6 zussen. Ja, een zeer groot gezin, maar dat was toen helemaal niet zo uitzonderlijk. En zijn moeder had 2 broers en 4 zussen. Ja, dus dat waren langs beide kanten grote families. En niemand van die mensen, dus ook niet zijn beide grootouders, en dus ook niet zijn tantes, nonkels en zijn beide ouders, hadden doorgestudeerd. Ja, die hadden allemaal tot hun 11e, 12e zo naar school geweest. Hè. En van de weeromstuit, ja, we kennen dat, waren veel van die mensen van die familie, zeker Etienne zijn ouders, van mening, wij moeten onze kinderen aanporren om, ja, om door te studeren, hè, om hoger op te geraken. Wij hebben dat niet gekund, de kans niet gehad enzovoort. De middelen waren er niet. Maar we gaan dat aan onze kinderen wel proberen aan te bieden. Ja. Nu moet ik zeggen, op zich was dat vrij vroeg. In zekere zin, want bijvoorbeeld mijn eigen ouders, die van een latere generatie zijn, hebben ook niet veel langer naar school kunnen gaan. Hè. Dus Etienne zou nu eind de 80 bijna zijn. Dus in die zin heeft hij misschien geluk gehad
dat hij dat via zijn ouders, dat ze hem daar wel in gestimuleerd hebben en dat daar de financiële middelen voor waren. En natuurlijk ook dat hij het ja, verstandelijk enzovoort kon. Hè. Dat is natuurlijk altijd een voorwaarde, toch, tot op zekere hoogte. Hè. Maar dus zijn ouders, relatief laag geschoold, heel zijn familie. En hij is zich daar altijd wel goed van bewust geweest. Hè, dat, hij heeft altijd ook gezegd dat zijn ouders, zeker zijn vader, dat zeer verstandige mensen waren. En ook daar hoeven we niet aan te twijfelen. Maar die dus niet doorgestudeerd hadden. Ja. En dat heeft hem op een onrechtstreekse manier zeker mede gestimuleerd. Hè. Die mentaliteit van de kinderen moeten hoger op geraken. Hè, moeten de kansen kunnen grijpen en wij bieden dat aan. Enzovoort enzoverder. Ja. Die ouders en de familie langs beide kanten waren praktiserende katholieken, ook niet zo verwonderlijk. Hè? In die tijd, en misschien vooral dan ook nog in West-Vlaanderen. Maar goed, dat geldt misschien wel voor heel Vlaanderen in die tijd. Ik kan dat niet zo goed inschatten. Maar hij wijst er ook op dat sommige mensen van die familie niet alleen praktiserend katholiek waren, maar zelfs zeer vroom waren. Een van zijn grootvaders bijvoorbeeld ging, toen hij met pensioen was, elke dag naar de mis. Elke dag. Hè? Naar de vroegmis. En hij heeft er zelfs op gewezen, Etienne, ja, hij is daar ook aan gestorven. Want die kerk was niet verwarmd en heeft een longontsteking opgelopen. En bon. Ja, dus gestorven door zijn vroomheid in zekere zin. Hè? Ook iets wat ik wil vertellen over zijn prille jeugdjaren. Zo, hoe hij dat beleefd heeft. Is het feit dat sommige leden van zijn familie, waaronder zijn vader, nogal actief waren in wat ik nu voor het gemak maar noem de Vlaamse beweging. Ja. Omdat die mensen dat ook wel persoonlijk ervaren hadden, onder andere in de Eerste Wereldoorlog als soldaat, sommige leden van de familie, wat het betekende om geen Frans te kunnen en om op de vingers getikt te worden, om het niet straffer uit te drukken, dat je dus Vlaams sprak en niet eens je best deed om in een deftige taal te praten enzovoort. Dus ja, u kent al die verhalen over wat het betekende om een Vlaams sprekende te zijn en in de Eerste Wereldoorlog te dienen enzovoort in die tijd. Kijk, nog zo'n anekdote, wat ik hem toch ook vaak zo eens heb horen vertellen of verhalen daarover zo. Zijn moeder had gediend als meid, zoals men dat noemde, bij Franstalige burgerij. Ja. En de klasseverhoudingen waren daar natuurlijk zeer nadrukkelijk aanwezig en zo. Dus dat zijn zo van die zaken die op de jonge Etienne Vermeers toch wel een indruk hebben nagelaten. Eén oom van hem is na de oorlog vervolgd als inciviek. Ja. Zijn vader was dus een overtuigde Vlaming, maar is nooit verder gegaan blijkbaar dan dat. Maar dus hij heeft dat toch sterk ervaren. Hè. Als kind is hij ook meegenomen, of als jongere, naar de IJzerbedevaart. Dus dat is zijn achtergrond in grote lijnen. Nog een ander aspect van die jeugd, wat ik zeer belangrijk vind, of wat evident belangrijk is, is natuurlijk dat hij de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt. Hè. Dus hij was 6 ongeveer toen die uitbrak, ging naar de lagere school. En die duurde toch 5 jaar, dus heeft dat vrij bewust, weliswaar als kind, maar toch oud genoeg reeds, hè, toch zeer bewust meegemaakt. Hè. En hij wijst daarop in die tekst, maar ook in interviews en gesprekken kwam dat naar boven en zo, dat hij onder andere het bombardement op Sint-Michiels heeft meegemaakt. En dat moet zeer indrukwekkend geweest zijn. Enfin, negatief indrukwekkend natuurlijk. De boel lag plat. En hij zegt, ja, dat was het meest angstige dat ik ooit heb meegemaakt. En daarna ben ik nooit meer angstig geweest. Ja, zo van, ja, niks. Daarmee vergeleken was niks nog angstaanjagend. Ja. Het is natuurlijk om dat nu zo te psychologiseren, zo'n gebeurtenis in je kindertijd, dat is allemaal heel lastig. Maar het is wel juist dat ik hem nooit heb weten angstig zijn. Ja, voor een debat of een open hartoperatie of wat dan ook, of zelfs voor zijn euthanasie. Zo toch dramatische momenten, hij was daar nooit angstig voor, dat is zo. Hij was altijd heel rustig in feite. Hè. Hij had zo'n filosofie, zo'n houding, zo in die zin een beetje stoïcijns van, ja, bon, dood is dood. Hè, zo. En als het, que sera, sera, zo voor een stuk wel.
hoewel hij zich altijd heel goed voorbereidde en altijd zijn zaken op orde had enzovoort, had hij tegelijkertijd ook zo'n soort berusting, een soort gelatenheid. Zo, uiteindelijk moet je ja, je spinozistisch als het ware overgeven aan, ja, aan het gedetermineerde heelal, als het ware. Ja. En hij voert dat terug tot die ervaringen, die oorlogservaringen. Goed, dat heeft er misschien niets mee te maken. Maar uiteraard, je moet daar ook het juiste gestel voor hebben. Hè? Dat is een samenloop van ja, genetica en hormonen en de wiring van je brein en je ervaringen en noem maar op. Hè? Dus dat speelt allemaal een rol natuurlijk. Hè? Goed, maar dus die oorlog, dat is natuurlijk evident ook erg belangrijk. Ja, hij vertelde ook bijvoorbeeld bij dat bombardement dat hij dan ja, lijken heeft gezien en zwaar gewonde mensen en zo. En dan ook wel na de oorlog en misschien tijdens de oorlog zelf ook nog ja, de donkere kant van de mens heeft gezien. Hè. Hoe bijvoorbeeld ja, de zogenaamde zwarten, hè, collaborateurs, behandeld werden. Hij heeft daar blijkbaar toch aangrijpende zaken meegemaakt. En dat heeft hem altijd wel getekend in die zin. Ook al was hij wel een vooruitgangsoptimist tot op zekere hoogte. Hè, tot op zekere hoogte. En een verlichtingsfilosoof, dat weet u. De waarde van de verlichting enzovoort. En het belang van de reden en ga zo maar door. Daar geloofde hij wel allemaal in. Maar hij heeft toch altijd een slag onder de arm gehouden. In die zin, ja, de mens is toch zeer duidelijk in de juiste context, of ik moet hier zeggen, de verkeerde context, de foute context, tot vreedheid in staat. En onberekenbaarheid. En de mens heeft ook een sterke irrationele kant. Ja, waar je toch voortdurend alert moet voor zijn. Dus ook dat zat er toch altijd heel sterk in. Ja, ik moet nu spontaan denken aan die uitspraak van Voltaire, die je misschien kent, die erop neerkomt, als je mensen in irrationele opvattingen kunt laten geloven, dan kun je hen ook gruwelijke daden laten doen. Hè. Ik denk dat hij dat altijd wel, dat hij daar wel altijd achter stond, als ik het zo mag zeggen. Hè. Zijn engagement voor SCEP bijvoorbeeld, dat is maar een van de vele zaken waar hij zich heeft voor geëngageerd. Maar u weet wel welke vereniging dat is. Hè. Ze bestaat ondertussen al 30 jaar of zo. En het Jan Vermeers lag mee aan de basis daarvan, bij het oprichten. Hij had daar zo zijn filosofische redenen voor om scepticus te zijn. Namelijk dat hij ja, een filosofisch materialist was, dus niet geloofde in het paranormale en dat soort zaken. Ik kom daar misschien nog op terug, maar bon, er is nog veel dat ik wil bespreken, dus we zien wel. Maar, dat wil ik hier nu even zeggen, er zat daar ook een sterke morele gedrevenheid achter. Omdat hij wist, en verschillende leden, stichtende leden ook van de vereniging SCEP konden dat ook bevestigen zo uit hun eigen ervaring, mensen die arts waren en zo, dat die valse overtuigingen, wij zouden nu inderdaad zeggen false beliefs en zo, of zogenaamde alternatieve feiten, hè, dat die toch ook heel veel kwaad berokkenen. Hè. Zo mensen die een ernstige aandoening hebben, maar dan vallen voor kwakzalverij, ik zeg het nu maar kort door de bocht, en dan omkomen, dan sterven, terwijl ze misschien hadden genezen kunnen zijn. Dat soort zaken, zo doffe ellende. Hè? Of mensen die hun kinderen op die manier dan trachten gezond te houden, of mensen die in een secte terechtkwamen, en dat zorgt dan voor verscheurdheid binnen families enzovoort. Dus ja, dat greep hem vanuit een moreel of ethisch oogpunt ook wel aan. Hè? Dus dat motiveerde toch mede zijn inzet voor zo'n vereniging zoals SCEP. Goed. Vanaf 1940 gaat hij dus naar de lagere school. Daar heb ik op gewezen. Later gaat hij dan uiteraard, zoals dat gaat, naar het middelbaar. Hij volgt daar Grieks-Latijnse humaniora. U weet dat hij later klassiek heeft gedaan. En ook filosofie. En het is heel typisch voor hem, dat heeft heel zijn leven heeft hem dat gekenmerkt, denk ik. Hij had als kind reeds een zeer brede belangstelling. Ja. Dus zoals ik hem heb leren kennen, en velen onder jullie misschien ook wel, ja, die man was werkelijk in alles geïnteresseerd. Hè. Alles kon hem boeien. Ja. En hij had ook wel de ambitie om in alles expert te worden. Ja, dat kon natuurlijk niet en dat werkte soms wel een beetje op zijn zenuwen zo. Ja, soms dat was ook wel met een beetje een kwinkslag zo, maar
dat die zei, ja, het is toch vreed, zo quantum elektrodynamica, ik zeg maar wat. Hè. Ik ga doodgaan en ik ga dat niet echt kennen. Hoe is dat mogelijk? Hè? Dat is toch verschrikkelijk. Dus hij leefde zeer graag ook. Ook omdat hij altijd maar nieuwsgierig was. Elke dag was een boeiende dag, want hij kon een nieuw boek lezen, een documentaire bekijken, een discussie voeren, een stuk schrijven. Hè. Je moet een beetje geluk hebben dat je zo in elkaar zit. Hè. Veel mensen natuurlijk, als ze ouder worden, ja, dat wordt fletser en apathischer. Maar bij hem, ik heb dat nooit weten verminderen. Absoluut niet. Behalve zo echt naar het einde toe, toen hij ernstig ziek was. En dan, ja, dan lukte het niet zo meer. Hè. Maar bon. Maar dus als kind al, ja, ik heb hem uiteraard niet gekend. Hij was al in de 50 toen ik hem heb leren kennen. Maar ik kan me dat zo voorstellen dat hij als kind al zo was. En hij zegt dat ook, ja, ik ging al snel naar de bibliotheek en ik las dan 3-4 boeken per week zo als kind. En dan had ik de bibliotheek uitgelezen, de plaatselijke bibliotheek. En moest ik naar Brugge zeker, naar de grotere bibliotheek en zo. Dus ja, ik kan me dat zeer goed voorstellen dat hij inderdaad zo'n kind was. Bon, hij was ook altijd de eerste van de klas en zo. En daar pakte hij graag mee uit. Hè. Ja, dat zo was hij ook. Hè. Maar belangrijk is nu het volgende voor de rest van mijn verhaal. Op een bepaald moment in het 5e middelbaar leest hij een boek van Gerard Walschap. Schrijver die u allemaal kent, meer bepaald Zuster Virgilia. Mag ik even aan, zijn er mensen die dat boek kennen, die dat gelezen hebben? Ja, een stuk of ja, 5-6 mensen zo. Maar ik had heel even kort, kan er heel even kort iets over zijn. De meeste mensen kennen het niet, maar iedereen kent Gerard Walschap wel. U weet dus ook dat iemand is die van zijn geloof is afgevallen, zeg maar, en zich dan vrij sterk gekant heeft tegen het katholicisme. Hè. Dus Vermeers vond dat natuurlijk een spannende, interessante schrijver. Hè. Hij had daar veel respect voor, heel zijn leven. Maar hij leest dus op een bepaald moment dat boek Zuster Virgilia. En u moet weten, tot dan toe, dat heb ik nog niet gezegd, maar ja, dat is ergens vanzelfsprekend, in acht genomen zijn achtergrond en de context, jaren 30, 40 en zo. Etienne Vermeers was zelf, als kind en tiener, diep gelovig. Overtuigd gelovig. Ja. Maar bovendien, ja, in acht genomen zijn intelligentie, zal ik toch maar zeggen. Hij was niet zomaar gelovig in de zin van, ik doe gewoon mee met de hoop zo. Hè. Hij beredeneerde dat ook. Ja. Hij hield er bijvoorbeeld van om met zijn leraar godsdienst of andere leraars, dus we zitten in het middelbaar, hè, te discussiëren over Thomas van Aquino bijvoorbeeld. Ja, zoals 15, 16-jarige Thomas van Aquino lezen. Dat is niet die bende van Limburg daar. Hè. Dat is toch andere koek. Hè. Dus, dat is toch wel bijzonder. Hè. Maar hij heeft dat altijd al gehad. Hè. Hij discussieerde met zijn, een beetje een vervelend kind in uw klas misschien, als je leerkracht bent. Aan de andere kant natuurlijk trekt dat de zaak ook wel naar omhoog. Hè. Bon. Maar dus goed, hij was diep gelovig en op een beredeneerde manier. Het geloof was voor hem niet zomaar een culturele identiteit, waar hij verder niet veel bij stilstond. Dat gaf een fundering aan, ja, met grote woorden, zijn mens en wereldbeeld en ethiek. Niet dat hij dat op 15-jarige leeftijd zo zag, maar niettemin de grondslag van waar hij achter stond, wat hij waardevol vond toen hij leefde, dat werd wel ondersteund door zijn geloof in God. Oké, dan leest hij dus dat boek Zuster Virgilia. En om het even kort uit te leggen, dat gaat over een jonge vrouw die heel diep gelovig is en in het klooster intreedt. En daar eigenlijk zichzelf allerlei dingen ontzegt enzovoort. Voor wat haar broer speelt de rol in het boek van, ja, de vrijzinnige, zal ik maar zeggen. Wat haar broer ziet, ja, zij doet dat allemaal voor een illusie. Want haar broer is niet gelovig, hij houdt van zijn zus en hij vindt dat heel pijnlijk om zijn zus zo in dat klooster te zien intreden en zo. Haar leven te wijden aan wat die broer ziet als een illusie. Ja. En in het boek ontwikkelt zich dus het gesprek, zal ik maar zeggen, de conversatie tussen broer en zus. En je leert dus beide posities kennen. En dat is een boek uit, ik weet het niet, het is een oud boek alleen, maar dus Walschap heeft dat schitterend gedaan. Vermeers vond dat een geniaal boek, hè? Dat zei hij toch niet zomaar. Misschien de moeite om het eens opnieuw te lezen of voor de eerste keer te lezen, wie weet. En er gebeuren dan ook in het boek zo ogenschijnlijke bovennatuurlijke zaken, zo een verschijning al hier en al daar, een mirakeltje enzovoort.
En voor Virgilia, zuster Virgilia, dus de ingetreden dame, zijn dat tekenen van het bestaan van God enzovoort. Maar de broer kan dat duiden op wat je zou kunnen noemen een wetenschappelijke manier of een naturalistische manier, als het ware. Enfin, dus dat is de essentie van dat boek. En Etienne Vermeers leidde daaruit af, hij was toen 16, 17 jaar, verdomd, alles waar ik tot nu toe in geloofd heb, kan inderdaad een illusie zijn. In geloofd heb wat religie betreft, hè, natuurlijk, godsdienst. Dat kan een illusie zijn. Die broer in het boek heeft daar een heel belangrijk punt. Ik kan dus mijn religieuze overtuigingen eigenlijk niet rationeel, de waarheid daarvan, ik kan dat niet rationeel aantonen. Ik kan dat niet bewijzen. Terwijl hij daar tot dan toe stilzwijgend zo vanuit ging dat dat vrij evident was, hè, zoals veel gelovigen misschien nog altijd doen. Ja, er moet toch iets zijn, want hoe verklaar je dan anders dat het heelal bestaat? En zo. Of hoe kunnen wij anders een moreel geweten hebben? En zo. Dus mensen vallen vaak terug op zo godsbewijsachtige overtuigingen, waar men dan verder niet te diep over nadenkt. Hè. Maar dus, Etienne Vermeers wordt daar door elkaar geschud door dat boek van Walschap. En dat leidt tot een regelrechte geloofscrisis. Zo, misschien een zwaar woord, om als je 17 bent, zo, een geloofscrisis. Hij zal dat toen niet zo gebruikt hebben, dat begrip. Dat is iets wat hij maar veel later daarop gekleefd heeft, natuurlijk. En goed, ik kan me dan wel voorstellen dat dat klopt. Hè. Een hele verstandige jonge man, die zeer overtuigd gelovig is, in een diepgelovig milieu opgroeit. En dan word je zo door elkaar geschud en je begint te twijfelen aan je eigen geloof. En je kunt daar ook niet zomaar mee praten of mee naar buiten komen en zo, in die context. Dus dat stortte hem in een crisis, een soort geloofscrisis. En dan moet u begrijpen, om te weten hoe het komt, en dat lijkt paradoxaal natuurlijk, of zelfs tegenstrijdig, hoe het komt dat hij dan niet zo geweldig veel later, hij was toen 19 à 20 jaar, is ingetreden in het klooster. Ja. Dat kwam eigenlijk door de lectuur van een aantal auteurs, maar in het bijzonder, daar heeft hij vaak naar verwezen en heeft daar ook over gepubliceerd, de lectuur van het werk, dat zal niet volledig wissen, maar bon, van Søren Kierkegaard. Ik zeg nu Kierkegaard niet om pedant te doen, maar omdat naar het schijnt je dat zo moet uitspreken. Ja. Dus een Deense filosoof uit de eerste helft van de 19e eeuw. Iemand die nogal klassiek beschouwd wordt als een van de eerste authentieke existentialisten. Maar dat woord bestond toen nog niet. Hè. We kennen dat van Sartre, de Beauvoir en andere mensen uit de eerste helft 20e eeuw. Maar Kierkegaard was dus ook iemand die in een soort geloofscrisis was terechtgekomen. En Etienne Vermeers kon zich daaraan, hij resoneerde daarmee. En Kierkegaard, zijn oplossing was om geen overtuigde atheïst of zo te worden, dat had natuurlijk ook gekund, hè. Maar om van daaruit een sprong naar religie, een sprong naar God toe te maken. En dat klinkt een beetje bizar. En dat is misschien ook niet zo makkelijk te begrijpen of zo makkelijk uit te leggen. Ik heb dat zelf ook nooit zo ervaren. Hè. Dat is misschien iets wat je existentieel moet doormaken. Het gaat over uw bestaan zelf ergens. Ja. Maar het komt er dus op neer dat Kierkegaard, en Etienne Vermeers resoneerde daar dus mee, dacht, kijk, als het over authentiek geloof gaat, dan kun je er eigenlijk geen rationele grondslag aan geven. Ja, om het simpel te houden, dan is het geen geloof meer. Ja? Ik geloof niet in de stelling van Pythagoras, hè, en jullie ook niet. Hè. Je neemt dat gewoon aan omdat die op verschillende manieren is bewezen. En dan zou het een beetje absurd zijn om te zeggen, die bewijzen, ik weet zo niet. Nee, natuurlijk, die bewijzen zijn wat ze zijn. En dan zou die stelling klopt. Juist. Maar met het geloof in God kan dat eigenlijk niet. En Kierkegaard maakte dan de sprong naar religie, meer specifiek naar het christendom. Waarom? Omdat dat de meest absurde religie is. Dus de religie die het minst aansluit bij het rationele. Zo'n God die zijn zoon mens laat worden om hem dan aan het kruis te laten nagelen, dat is de bedoeling, hè? Om de zonde weg te nemen. Dat is een absurd verhaal. En net daarom is dat de meest, als het ware, authentieke of de meest geloofwaardige religie. Op een bizarre manier, maar u voelt ongeveer wel aan wat ik bedoel. Als je dan dus hier helemaal ingooit,
Ja, dat is wat het betekent om een echte gelovige te zijn. Er helemaal voor gaan. Dus iets dergelijks was de gedachtegang van Etienne Vermeers. Ja, dus die geloofscrisis en dan die sprong naar het geloof toe. In zekere zin net omdat er geen rationele grond voor bestaat. Het is iets wat je moet beleven, niet moet beredeneren, in zekere zin. Ja. Goed, hij treedt dan in een klooster in Drongen, een jezuïtenklooster. Ondertussen studeert hij ook klassieke filologie, of hij toch kandidaturen. Ik denk dat hij zijn licenties dan behaald heeft, of licentie na zijn uittreding. En ondertussen was hij ook met filosofie begonnen, daar kom ik zo dadelijk toe. Maar belangrijk dus is ook dat hij natuurlijk na 3 à 4 jaar in dat klooster ernstig begon te twijfelen, omdat er bepaalde zaken waren waar die geloofssprong niet werkte. Zoals dat de overste altijd gelijk had. Ja, als u Etienne Vermeers een beetje kende, dat was iemand die op zijn 14e met de leerkracht over Thomas van Aquino debatteerde of zo. Dus dat klikte natuurlijk, dat ging niet. Dus, en opnieuw, hij moest dan consequent zijn met zichzelf, als ik dat zo mag zeggen. En dus zat er niks anders om dan weer uit te treden. Zie je? Ook al was hij nog gelovig. Ja. Maar hij zat daar niet meer op zijn plaats. Dus dat streven naar consequentie, in de zin van, goed, ik kom tot een bepaalde opvatting, beredeneerd of niet, doorgaans beredeneerd natuurlijk, voor de rest van zijn leven, maar die sprong naar religie was beredeneerd op een aparte manier. U begrijpt ondertussen wat ik bedoel, à la Kierkegaard. Maar eens hij een opvatting had, en hij zag geen manier meer om die nog te wijzigen, ja, dan moest hij daar ook naar handelen. Dus dat is wat het betekent om consequent te zijn. Hè. En dus eens hij begreep van, ik val hier niet meer samen met wat het betekent om een kloosterling te zijn in deze context, ja, dan moest hij weer uittreden. Hij kon eigenlijk niet anders. Hè. Ik heb zo een paar brieven kunnen inkijken die hij in die periode schreef naar een vriend van hem en zo. En dat is zeer aangrijpend, hè. Dat is zeer authentiek, ja. Wat dat ook mogen betekenen, authentiek, maar goed, dus heel eerlijk, oprecht zo. Je voelt die worsteling. Hè. Dat is een Etienne Vermeers die de meeste mensen misschien niet zo goed kennen, hè, want hij is altijd zelfverzekerd en zo. Maar ja, goed, hij was toen een jonge twintiger. Hè. En hij kwam al uit die geloofscrisis enzovoort en zo verder. Hè. Bon. Een heel interessante periode, vind ik. Eigenlijk, eens hij dan uitgetreden is, wordt zijn leven een pak saaier, hè. In zekere zin, kan je daar een en ander over vertellen nog, maar bon, hij is vrij vroeg prof geworden. En dat is eigenlijk, dan gebeurt er niet veel meer in je leven. Hè. Wel ja, dan is het gewijd aan studie en doseren en zo, en doctoraten begeleiden en zo. En dan zit je op dat pad en dan, dat gaat dan zo. Hè. Dus zijn biografie is na die uitreding in zekere zin een pak minder interessant. Natuurlijk, er gebeuren wel allerlei interessante dingen, omdat hij geen kamergeleerde was, maar zoals Janne zei, iemand was die in de maatschappij ook stond. En die commissie over het terugstuurbeleid, dat is dramatische zaken. Hè. Euthanasie-kwestie, abortus, noem maar op. Dus hij heeft van allerlei spannende dingen beleefd, belangrijke zaken, hè, waar hij iets in de pap heeft willen brokken en zo. Natuurlijk. Maar als je zo geïnteresseerd bent in de mens Etienne Vermeers, die jeugdjaren, dat is toch wel van uitzonderlijk belang. Maar dat is misschien bij de meeste mensen zo, als je jonger bent. Wat niet wil zeggen natuurlijk, dat, kijk, ik ga daar even iets over zeggen. De tijd is te kort om op alles in detail in te gaan natuurlijk. Maar die commissie bijvoorbeeld, vluchtelingencommissie, of hoe moet ik het noemen, dat was naar aanleiding van de dood, u weet dat nog, van een Afrikaanse dame uit Nigeria, Semira Adamu. Weet u dat nog? Was in eind jaren 90. Hè? Dat is al meer dan 20 jaar geleden, maar toch, de meeste mensen staat dat nog levendig voor de geest. Hè? Dus die is eigenlijk verstikt op dat vliegtuig. Zo, hè? En dan heeft de minister zo'n commissie opgericht. Zoals dat dan gaat natuurlijk in dat soort extreem moeilijke zaken. Als je zo'n commissie voorzit en je komt met aanbevelingen voor de dag,
je kunt onmogelijk goed doen voor iedereen zo. Hè. Wat je ook zegt, het zal altijd een probleem zijn voor allerlei mensen, dat is onvermijdelijk. Hè. Maar ik vind het heel typisch voor Etienne Vermeers wel, ja, ten eerste dat hij dat aanvaard heeft, hè, want ja, je kunt daar ook vriendelijk voor bedanken. Hè. Natuurlijk, want je weet dat dat zeer controversieel zal zijn en zeer moeilijk zal zijn. Maar goed, heeft dat aanvaard en heeft dat ook, ja, zijn best shot gegeven, hè, zeggen ze in het Engels. Hij heeft gedaan wat hij kon. Hè, en dat betekende voor hem ook dat hij alle mogelijke mensen heeft uitgenodigd die daarmee te maken hadden, naar iedereen geluisterd heeft en dan in eer en geweten zo'n rapport met aanbevelingen, tenslotte toch maar aanbevelingen. Het is aan de politiek om daar dan hun ding mee te doen. Ik weet dat dan dat ook sterk heeft aangegrepen. Hè. Voor de meesten onder ons, ik ken jullie niet, maar voor de meeste mensen natuurlijk, is dat een soort, ergens een theoretische problematiek, hè, waar je over leest en je ziet dat op nieuws en zo. Maar je kent die familie niet, of je kent die mensen niet, of je kent, ja, je maakt dat niet van dichtbij, de meeste mensen niet. En hij natuurlijk ook niet. Maar hij heeft zich daar wel mee geconfronteerd in die periode. Ja. Om het echt zo, ja, bijna lijfelijk zo mee te gaan, zo, mee te maken, zo, waarover gaat dat hier? Dus niet alleen de statistieken en zo, maar ook echt existentieel, als ik het zo mag zeggen. Hè. Dus kijk, ja, dat deed hij wel. Ja. En je kunt hem dat kwalijk nemen op een vreemde manier, maar ik heb daar veel respect voor, hè, dat hij dat heeft willen doen, dat hij dat niet uit de weg ging. Hij heeft zichzelf daar ook niet voor aangeboden. Hè. Men heeft hem dat gevraagd en men heeft daarvoor de oren van zijn kop gezaagd. Hè. En dat was voor veel zaken zo. Hij werd soms verweten dat hij een beetje mediaheil was, hè? Omdat hij nogal vaak op televisie kwam en zo. Dat is natuurlijk juist. Maar daar staat wel tegenover, hij kreeg 10 telefoons per dag, hè, voor lezingen en debatten en van alles en nog wat. En hij kon moeilijk nee zeggen, dat is ook wel waar. Ik heb het ook wel meegemaakt dat hij 2 lezingen op 1 avond moest geven. Hè? Dus dat ging niet, hè. Ja, dus zijn agenda was soms een rommeltje natuurlijk, omdat hij gewoon, ja, te veel aanvragen kreeg. En hij kon geen nee zeggen. Een bepaalde periode heeft hij daarmee het kosmisch evenwicht ten aanzien van zowel Milke kunnen in evenwicht houden. Hè. Ja, voilà. Ja. Ik heb hem dat zelf nog wel vaak gezegd, en ik niet alleen. Hè. Zo van, je zou beter in zijn jaar of zo helemaal niks meer doen. Geen voorzittertje al hier of al daar, geen lezingen meer, geen debatten meer, geen opiniestukken meer schrijven, maar aan een boek werken. Hè, want die had altijd grote plannen. Een jaar terug, hè, je terugtrekken. Niemand zal je dat kwalijk nemen en dan komt daar een boek uit. Hij zei altijd wel ja, maar dat lukte nooit. Welke boeken hij nog wou schrijven, maar die niet geschreven zijn, daar moet ik natuurlijk ook nog iets over zeggen. Bon, even terug naar die uittreding. Uittreding dus in de zin van uit het klooster treden. Hè. Hij gaat dan naar de universiteit. Enfin, hij volgde al klassieke filologie, maar hij begint dan ook cursussen filosofie te volgen. En daar moet ik natuurlijk ook iets over zeggen. En dat waren gouden jaren natuurlijk, met heel weinig studenten. En met proffen zoals Leo Apostel, hè, die dan later zijn promotor werd. Jaap Kruithof, hè, de meeste mensen kennen die. Enfin, ze zijn hier ook besproken in de reeks, of ze worden ook besproken, heb ik begrepen. En hij had een aantal medestudenten die hem enorm hebben gestimuleerd. Waaronder voornamelijk Hugo van den Enden. Sommige mensen zullen die misschien ook kennen. Behoort niet zogezegd tot de grote vier. Maar ja, die grote vier, dat is ook een beetje... Ja, hij... Oh. Dat is Etienne, die begint tussen te komen. Hij doet dat altijd. Dat is, ja. Daarmee, zijn lidmaatschap van Skep, hij vernieuwt dat al een paar jaar niet meer, ik denk. Ja. Maar dus Hugo van den Enden was... zeker in zijn jonge jaren toch een zeer briljante man... die zich ook inzette voor de legalisering van abortus en euthanasie. Daar is hij toch vrij bekend door geworden. En die toen Etienne Vermeers hem leerde kennen, als studenten dus, bij Kruithof, Apostel en andere mensen, al overtuigd atheïst was.
misschien was hij dat al heel zijn leven al, dat weet ik niet. Hè. Dus ze zaten met een kleine groepje studenten en die proffen toen ter tijd, als ik dat goed begrepen heb, ja, die gaven eigenlijk niet echt les. Hè. Die lokten discussie uit. Ja, dus waarschijnlijk, die bereiden niet veel voor. Hè. Er was altijd discussie natuurlijk. En als je dus een aantal goede studenten hebt, dan lukt dat. Hè. Enfin, dat waren gouden tijden, zowel voor studenten als voor lesgevers natuurlijk. Hè. Ja. Nu, kijk, ik weet bijvoorbeeld even terzijde een anekdote. Er was een cursus in de klassieken die Etienne Vermeers volgde en daar was hij de enige student. Dus zo klein waren die richtingen. Hij was de enige student voor één vak. En dat zorgde er natuurlijk voor dat hij niet kon brossen. Want dat zou opgevallen zijn. En die lessen, nu hebben we een semestersysteem, maar toen, ja, zoals in de meesten hun tijd hier, mijn tijd ook, dat was het hele jaar door, enfin, het hele schooljaar door. Dus iedere week moest hij daar toch op post zitten. En hij kon ook niet van achter in de zaal gaan zitten of zo, dat zou ook onnozel zijn. Dus hij moest zo redelijk in front zo van voor de prof gaan zitten. En dat was dan mondeling examen. En hij kon op alles natuurlijk zeer goed antwoorden. En toen vroeg die prof aan hem na het examen zo, maar hoe is dat mogelijk, gelijk wat ik u vraag? Hij lijkt alles zo goed te weten. En dan heeft Etienne gezegd, ja, professor, misschien omdat ik de enige student was, hè, dan absorbeer je het allemaal beter en zo. En dan zei die prof, ah, waart jij dat? Ja. Ja. Bon, andere tijden. Maar dus, belangrijk nu, meer filosofisch getint, dat is dat hij in dat jaar dat hij daar zit bij Apostel Kruithof als proffen en nog andere mensen natuurlijk, maar bon. Hugo van den Enden, Piet van Eekhout, die advocaat, was daar ook bij en zo. Dus enfin, dat waren een heel interessante klik zo. Etienne heeft daar altijd naar verwezen als een gouden jaar zo. Een jaar dat hem enorm veel heeft bijgebracht en dat hem heel sterk, ik zal maar zeggen, door elkaar geschud heeft. Hij stelde vast, op het einde van dat jaar was hij door en door atheïst. Ja, terwijl hij in de loop van het jaar nog gelovig was. Heeft het ook nooit weggestoken dat Hugo van den Enden hem daarmee uitlachte. Van hoe is dat mogelijk, dat hij nog in God gelooft en zie en la, enzovoort. En trouwens, ik heb Hugo van den Enden ook redelijk goed gekend. Die heeft daar nog decennia lang mee gelachen. Hè, dat Etienne gelovig was. Maar goed, een jaar later, hè, dankzij die discussies en debatten en lectuur enzovoort, was hij dus ongelovig en was hij ook filosofisch materialist. Ik heb daar al even naar verwezen. Hè, dus filosofisch materialist, hier in de betekenis van, er is alleen materie. Of als je dat natuurwetenschappelijk wil uitdrukken, materie of energie, dat is eigenlijk hetzelfde, hè, zeggen de hedendaagse fysici ons. Dus alles wat wij beschouwen als geestelijk of spiritueel of een ziel of noem maar op, dat kan ofwel eigenlijk niet bestaan, in de zin van dat het een soort substantie zou zijn die los van het materiële bestaat. Maar het bestaat in die zin natuurlijk wel. We hebben bewustzijn, niet waar? We hebben het idee dat we gedachten hebben die niet materieel zijn. Dat is geen materiële stuf, die gedachten. Dat is in zekere zin iets anders. Maar een filosofisch materialist zegt, ja, maar toch is dat één en hetzelfde of herleidbaar op een of andere manier tot, in dit geval, ja, neurobiologische activiteiten. Hè. Dus u begrijpt wat filosofisch materialisme betekent. Hè. Dus dat sluit ook het bestaan van een immaterieel goddelijk wezen uit natuurlijk, van engelen, van spoken die door de muur kunnen zweven en zo enzovoort. En ook een ziel, hè, in de betekenis van dat wat niet stoffelijk is, maar je hele identiteit kan meenemen. Wezen we het nu naar de Hades, of naar de Egyptische onderwereld, of naar de hel of de hemel in de islam of christendom, speelt allemaal geen rol. Hè? Of de ziel die reïncarneert of zo, dat is iets onstoffelijk. Hè? Zo denkt men daar natuurlijk over, nog altijd, hè? Honderden miljoenen mensen. Een filosofisch materialist zegt, nee, dat kan niet bestaan. En wat Etienne dan heeft gedaan, dat zeg ik er toch graag bij, in zijn licentieverhandeling voor de klassieke filologie, heeft hij het ontstaan van het zielbegrip onderzocht in de Griekse literatuur. Literatuur en filosofie. En daar is zijn vroegste artikel uit naar voren gekomen dan. Dat heeft hij daaruit gepuurd. Zijn eerste gepubliceerde tekst over het ontstaan van het zielsbegrip bij de oude Grieken. En dus,
wat hij daar probeert aan te tonen, is dat, ja, dat zielsbegrip een historische context geeft. Hè? Dat dat niet toevallig is, dat dat daar bij die mensen in die periode ontstaat. En dat sedertien, ja, dat heeft dan het christendom beïnvloed enzovoort. En natuurlijk, je begrijpt dat hij zelf niet gelooft dat er zoiets bestaat. Hè? Dus die historische duiding toont net aan hoe mensen als het ware bevangen kunnen worden, noem ik dat nu maar, door een idee, een concept dat eigenlijk niet aansluit op een of andere manier bij de realiteit. Ja. En ik maak nu een sprongetje in zijn licentieverhandeling, zo heette dat toen nog, in de Wijsbegeerte, waar Apostel promotor van was en later ook van zijn doctoraat. Dan heeft hij daar eigenlijk op voortgebouwd, zonder nog naar die Grieken te verwijzen, maar dan heeft hij meer algemeen een theorie probeert te ontwikkelen waarin hij tracht duidelijk te maken dat de informatietheorie en de beginnende computerkunde, we spreken hier over ontwikkelingen uit de jaren 40, 50, zo, hè, dus Etienne schrijft die teksten in de jaren 60, dat die een wetenschappelijk alternatief kunnen bieden voor wat wij gangbaar verstaan onder bewustzijn, denken, cognitie, ziel enzovoort. Ja, want ja, het moet ergens op een of andere manier verklaard worden. Hè? Dus hij zocht de verklaring daarvoor in de cybernetica en in de informatietheorie. Sommige mensen zullen dat misschien niet zeggen. Dat is ondertussen ook alweer een beetje verouderd. Maar zo mensen als Norbert Wiener en Claude Shannon, misschien zijn er ingenieurs in de zaal, die hebben dat ook nog wel misschien ontmoet in hun opleiding of zo. Enfin, die mensen hielden zich natuurlijk met praktische problemen bezig. Zo, hoe kun je informatie doorsturen van punt A naar punt B, zonder dat er veel verloren gaat door ruis en zo. Hoe pak je dat technisch aan en ga zo maar door. Maar daardoor ontstond gaandeweg, zowel in ingenieurwetenschappen, bij fysici en ook bij filosofen, de vraag naar wat betekent informatie eigenlijk. Dat heeft hem heel zijn leven wel bezig gehouden en zijn doctoraat gaat daar ook over. Enfin, ik moet eigenlijk zeggen, ik heb dat hier, zijn doctoraat. Epistemologische inleiding tot de wetenschap van de mens. Dat is een veel simpeler titel dan dat doctoraat van mij. Hè. Niet dat hij meteen duidelijk is, maar toch. Hij is beknopter in elk geval. Het is gepubliceerd in 1967 in De Tempel Brugge. Ja. Ik vind dat nog altijd zeer leesbaar. Dat is echt nog altijd een hele leesbare tekst. In de eerste helft bespreekt hij een aantal theorieën over wat het betekent om een mens te zijn. Ik moet dat hier een beetje samenvatten. Dus dat heet dan wijsgerige antropologie. Hè, vakken die hij trouwens ook gedoseerd heeft. En hij bespreekt daar de teksten van mensen als Heidegger en Husserl enzovoort. Mensen uit de fenomenologische traditie, zoals dat heet. Daar zal hier zeker over gesproken zijn in deze reeks. En hij wikt en hij weegt dat. En dan bespreekt hij ook een andere traditie, zal ik het nu maar noemen, hè? Meer Angelsaksisch, meer wetenschappelijk gericht, het logisch positivisme, het logisch empirisme enzovoort. Maar hij doet dat eigenlijk met het oog op de vraag, leert ons dat iets fundamenteels, hè, die filosofische theorieën, over wat het in C betekent om een mens te zijn? En in het tweede deel dan gaat hij diezelfde vraag na aan de hand van die informatietheorie. Dat is een vrij origineel iets. Hè. Hij was niet de enige om dat te doen, of ook niet de eerste. Dat is toch vrij origineel. Nu, denk ik, vinden we dat in feite al meer normaal. Hè, dat mensen verwijzen naar robotica en artificial intelligence en zo, dat soort zaken, om psychologische processen te begrijpen. Hè. Maar toen was dat toch nog een pak origineler. Je had natuurlijk ook nog geen computers zoals nu. Hè. We waren daar allemaal nog niet zo mee vertrouwd. Dat was nog veel theoretischer. Hè. Die werken van, of teksten van Alan Turing en John von Neumann en zo, Vermeers kende dat. Als filosoof in die tijd was dat toch vrij origineel. Maar bon, om een lang verhaal hier kort te maken, wat hij zich fundamenteler nog dan afvraagt, is wat informatie eigenlijk betekent. En dat is iets ja, waar u misschien nog nooit over heeft nagedacht. Maar dat is inderdaad een hele fundamentele vraag. Kijk,
In de natuurwetenschappen, evident, is er toch heel diep nagedacht over wat energie is en wat materie is. En oude filosofen, ja, zonder dat zij natuurlijk die moderne natuurwetenschappen kenden, dachten daar ook al over na. Hè? Aristoteles bijvoorbeeld schrijft al heel veel over wat wij nu als energie en materie omschrijven. Maar het begrip informatie is een andere component in dit verhaal, even belangrijk, maar sterk onderbelicht. Maar als je een beetje over nadenkt, kijk, het feit dat u hier zit als een menselijk wezen, komt natuurlijk voort uit het feit dat die bevruchting van die eicel van uw moeder door die zaadcel van uw vader, ja, dan krijg je een zygote die informatie bevat. Dat lag vast in DNA. En die informatie, dat is een soort programma dat zich ontplooit. En zo ontstaat een embryo, een foetus, een baby en een mens. Wij zouden niet functioneren zonder al die informatie die op een of andere manier gecodeerd ligt in onze cellen. En dat geldt voor alle leven op aarde en eventueel buiten de aarde. Maar natuurlijk ook de informatie in het universum zelf. De hele kosmos bevat natuurlijk informatie. Of je zou kunnen zeggen, is een expressie van informatie. Moesten de natuurconstanten, de natuurwetten, andere informatie bevatten, dan was het universum anders. Ja, dus u voelt wel aan dat het begrip informatie hier zeer cruciaal is. Gelovige mensen zeggen dan, ja, maar die informatie moet dus ergens a priori vandaan komen, hè? Die komt uit de mind van God, die informatie. Ja, dat is een diepe vraag. Een niet-gelovige moet natuurlijk kunnen uitleggen hoe die informatie zo in het heelal is vervat geraakt. Dat zijn hele diepe, diepe, ja, ondertussen natuurlijk cosmologische, natuurwetenschappelijke vragen, maar ook ontologische vragen. Hè? Dus een diepe filosofische kwestie. Bon. U begrijpt dat ik daar nu niet verder in detail op inga. Als u dat zou boeien, Etienne Vermeers heeft zo'n theorie over informatie proberen te ontwikkelen, die hij dan bovendien ook op allerlei zaken heeft toegepast. In het bijzonder op het begrip cultuur. Cultuur, in de brede zin van het woord, betekent informatie doorgeven op niet-genetische manier. Ik doe hier aan cultuur. Ik vertel u dingen en u onthoudt daar misschien iets van. Ik heb u een beetje cultuur bijgebracht. Ja. Informatie doorgeven op niet-genetische manier, dat is eigenlijk wat cultuur is. En Etienne dacht dat zijn informatietheorie ons misschien een visie kan bieden op hoe cultuur ontstaat, ontwikkelt, verdwijnt enzovoort. Je kunt dat vergelijken natuurlijk met het darwinistische evolutionaire proces van variatie en selectie, dat kent iedereen wel in grote lijnen. Dus in de biologie, de levenswetenschappen in het algemeen, hebben wij een sterke theorie, de ruggengraat, dat is de evolutietheorie. Die uitlegt hoe het komt dat er soorten ontstaan en weer verdwijnen enzovoort. Maar in de cultuurwetenschappen hebben wij eigenlijk niet zo'n theorie. Zie je? Er worden daar allerlei zaken op toegepast. Hoe het komt dat sommige culturen ontstaan en andere weer verdwijnen. Waarom sommige auteurs populair zijn en andere voor geen meter verkopen. En waarom we nog naar Bach en Mozart luisteren, maar niet naar weet ik veel welke andere componisten enzovoort. Hè. Dus een goede cultuurtheorie moet dit soort zaken snappen. Als je dan zo zegt, ja, de smaken van mensen veranderen, ja, dan moet je, ook dat moet door je cultuurtheorie kunnen uitgelegd worden. Ziet u? Dus dat is ook weer een hele diepe vraag. En Etienne Vermeers heeft zich daarover gebogen. Dat is begonnen met dat doctoraat, maar heeft daar in een aantal artikelen toch op verder gewerkt. En dit nu, ik wou je dat even zeggen, dit nu is waarschijnlijk het belangrijkste boek dat hij niet geschreven heeft. Ja. Waar hij dus heel zijn leven verder heeft over nagedacht van, ik moet dat schrijven, is die literatuur daarover ook wel blijven volgen. Zo'n beetje een semi-obscure literatuur, moet ik zeggen, in de wijsbegeerd en in zo, ja, bij zo rare vogels, heel interdisciplinaire mensen, zoals Etienne zelf ook was natuurlijk. Hè. En heeft dat wel blijven volgen. En hij was eigenlijk bijna fier, of toch heel tevreden, toen hij merkte dat sommige filosofen dat vaak veel later ook oppikten. Ze hadden het ook ontdekt zo. Hè. Ik herinner mij een van de laatste boeken van Daniel Dennett, een bekende Amerikaanse filosoof. In dat boek wijdt Dennett een heel hoofdstuk aan informatie. Dus de kwestie die Etienne Vermeers in de jaren 60 al bezig hield. Maar we zitten 50 jaar verder of meer. En ik zag hem eens, dat was een paar jaar voor zijn dood zo.
En hij vroeg zo, en ik zag zo de twinkeling in zijn ogen, dus ik wist dat er iets ging komen zo. Heb je de nieuwe Dennett gelezen? En hij wist dat ik dat wel zou gelezen hebben, want dat is een auteur die ik wel lees. Ik zeg ja. En dus heb zijn stuk over informatie, of informatietheorie gelezen. Ik zei ja. En dan zei hij, hij moet nog veel leren. Ja. Dat klinkt misschien zeer onbescheiden, maar hij had waarschijnlijk gewoon gelijk. Hè? Ja, Dennett heeft dat pas ook decennia later zo ontdekt, als het ware, van dit is een diepe, moeilijke, intrigerende problematiek. Hè? En is zich daar dan ook in gaan verdiepen. Maar Etienne was daar dus al mee bezig sinds zijn studententijd eigenlijk. Hè? Nu, dat boek heeft hij dus nooit geschreven. En ik denk dat dat wel jammer is, want hij vond zelf dat hij daar originele ideeën over had. Ik kan dat moeilijk inschatten, maar bon. Ik heb hem dat heel vaak horen zeggen, van ja, ik kan dat boek eindelijk eens schrijven. Zo. Maar zijn vrouw merkte dan op achter zijn rug, zo, ja, ik heb hem dat al voor het eerst in 1975 horen zeggen. Zo. Dus enfin, om maar te zeggen, dat kwam er gewoon nooit van. Hè. Zijn leven was te versnipperd. Iedereen trok aan zijn mouw en hij kon geen nee zeggen. Ik wees er al op. Dus hij heeft dat boek nooit kunnen schrijven. Ik zal misschien, terwijl ik bezig ben, het andere boek dat hij nooit heeft geschreven, ook even vermelden. En dat zou voor een veel breder publiek geweest zijn, als ik dat zo mag zeggen. En dat is het boek over de historische Jezus en het ontstaan van het christendom. Daar was hij heel goed in thuis. Hè. Hij heeft daar heel lang een cursus over gegeven. Toen hij gepensioneerd was, heeft hij die daarna nog vier, vijf jaar gegeven. Omdat er niet meteen iemand anders was die dat kon. Hè. En dat was een heel interessante cursus. Ik heb die nog gevolgd, meerdere keren zelfs. Ik was toen in die periode assistent of dokterassistent van hem. En dus ik volgde dat dan voor notities te nemen. Ik heb die notities nog. Ik zou daar zelf een boek kunnen van maken, mocht ik dat beter kennen. Maar ja, ik ben daar natuurlijk niet zo grondig in thuis, maar hij zei zelf, ja, dat is een beetje een hobby van mij, maar in werkelijkheid kende hij dat echt wel heel erg grondig. Dat was natuurlijk een interesse die hij al had toen hij opnieuw een tiener was, hè, en die geloofscrisis en zo, en ja, die figuur van Jezus, dat is evident. Hè. En hij heeft daar, ik kan je dat kort vertellen, hij heeft daar een hypothese over ontwikkeld, mede geïnspireerd door werk van een van zijn doctoraatstudenten, een man die van een andere generatie was dan ik. Een van zijn vroegste, misschien wel zijn eerste, dat weet ik nu niet uit het hoofd. Freddy Verbruggen. Dus ik heb daar zelf ook nog les van gehad. Die was dan ook prof geworden. Ik vond dat hele boeiende lessen. Dat waren lessen vooral over zo de tegencultuur. Zo. Dus die man besprak zo auteurs, dus ook literaire auteurs. Zo Céline en Ernst Jünger en zo. Zo. Ja, extreemrechtse figuren en zo. En mensen, niet dat hij dat zelf was natuurlijk, verre van. Maar zo de counterculture mensen zo. Die contra-vooruitgangsideeën waren enzovoort. Dus die gaf heel boeiende lessen, maar zat op een totaal ander spoor wel dan Etienne Vermeers gaandeweg. Dat was ook interessant. Hè? Maar wat ik wou zeggen is het volgende. Freddy Verbruggen had een doctoraat gemaakt over de cognitieve dissonantietheorie van Leon Festinger. En ik ga dat heel kort houden. Festinger, dat is een psycholoog die in de jaren 50, 60 een theorie had ontwikkeld, de cognitieve dissonantietheorie, om te verklaren wat er gebeurt in het hoofd van iemand, dus dat kunnen wij ook zijn natuurlijk, als je geconfronteerd wordt met een opvatting die, of met feiten, of vermeende feiten, dat speelt nu geen rol, met informatie, die niet strookt met wat je zelf denkt. Ja, dan krijg je natuurlijk dissonantie, heet dat. Hè. Dus ik denk A en jullie zeggen allemaal niet A. Ja, dan botst dat in mijn kop. Ja. En het kan zijn dat ik al 30 jaar lang A denk en ik ben daar rotsvast van overtuigd. Maar dan word ik geconfronteerd met wat jullie mij zeggen, niet A. En ik snap ergens van, god, die mensen hebben gelijk. Die hebben echt wel een heel sterk punt. Maar dat botst radicaal met mijn overtuiging, die ik dus niet zomaar kan opgeven. Ik ben daaraan gehecht. Dat is cognitieve dissonantie. Dat botst. Oké. Wat gebeurt er dan in het hoofd van zo iemand? Festinger heeft dat onderzocht, dat is beroemd, bij een groep mensen die geloofden dat de wereld zou vergaan. Dat is een heel interessante casus. Waarom? Omdat ze hadden exact gezegd wanneer de wereld zou vergaan. Dus de dag nadien
na die voorspelling van het einde van de wereld, was de wereld er nog altijd natuurlijk. Hè? Die was niet vergaan. Dus ja, uiteraard heb je dan cognitieve dissonantie. Ja, dus je kunt dan die mensen zeggen, we lopen hier nog. Terwijl, volgens jou, je hebt dat vorig jaar al gezegd, gisteren de wereld zou zijn vergaan. A, niet A. Moeilijk te ontkennen. Juist. Wat gebeurt er in het hoofd van zo iemand? Kijk, mochten wij volkomen redelijke wezens zijn, dan zou je verwachten dat je dan gewoon zegt, ja, oeps, ik heb mij vergist. Voortschrijdend inzicht. Tja, de wereld bestaat wel nog, dus het zal wel willen zeggen dat ik fout zat. Ja, dat is vanzelfsprekend. Maar tot misschien Vestinger zijn eigen verbazing stelde hij vast dat bij een flink deel van die mensen, dat was zo'n sectarische groep, zo, hè, einde van de wereld, believers, zo, dat duikt elk jaar wel ergens op, hè. Dat weet u. Hè. Bij die Maya-kalender en zo, weet u nog. Dat is van alle tijden dat mensen denken dat de wereld zal vergaan. Bleek dus dat een flink deel van die groep bleef vasthouden aan de voorspelling. En dit is toch wel heel verwonderlijk, nietwaar? Hoe kun je nu blijven zeggen, ja, nee, maar de voorspelling klopt wel, terwijl de datum al verschreden is, hè? Hoe doe je dat? Wel, Vestinger stelde vast, kijk, mensen zijn soms zodanig gehecht aan een opvatting, zodanig sterk geëngageerd, noemde hij dat, dat ze die nooit kunnen opgeven, wat de feiten ook mogen zijn. Maar dus moeten ze, want anders, ja, anders klinkt het psychiatrisch, hè, of pathologisch, dus moeten ze daar een uitleg voor vinden, om dat toch te laten rijmen. Dat is cognitieve dissonantie-reductie. Bon, dat is niet zo moeilijk allemaal. En in dit voorbeeld kwam het erop neer dat die mensen beweerden reeds binnen de 24 uur nadat de voorspelling niet was uitgekomen, dat God, die de wereld normaal gezien zou hadden vernietigd, had vastgesteld, ah, de mensheid is wel zondig en dit en dat, normaal gezien moet ik hier de wereld vernietigen, maar er is daar nog een groepje van 100 mensen zo, en dat zijn tenminste nog ware gelovigen. En daarom geef ik de mensheid nog een kans. Dat is een geniale vondst. Die mensen kunnen daardoor blijven vasthouden aan hun oorspronkelijk belief. Ze kunnen zeggen, ja, wij kunnen nog niet weten dat God zo zou redeneren. Hè? Dat konden wij niet weten. Normaal zou de wereld zijn vergaan. Maar niet alleen dat. U moet even verder denken. Ze konden bovendien ook beweren, ja, het is dankzij ons dat de wereld niet is vergaan. Want hadden wij niet geloofd dat de wereld zou zijn vergaan, ja, dan was de wereld vergaan. Dus de mensen die aan die mensen zeiden van, wel, beste vriend, ik dacht dat de wereld ging vergaan en zo, je lacht die mensen een beetje uit. Ze konden antwoorden, ja, lach maar, het is dankzij mij dat je nog kunt lachen. Ze hebben de wereld gered met hun voorspelling dat hij zou zijn vergaan. Enfin, u volgt de redenering, hè. Volgens Vestinger nu is dat natuurlijk iets waar wij allemaal vatbaar voor zijn. Niet per se zo dramatisch, maar kan over van alles en nog wat gaan. Hè. Opnieuw, om een lang verhaal kort te maken, Etienne Vermeers heeft dat toegepast op het ontstaan van het christendom. En dat kan ik heel simpel uitleggen, maar hij had daar natuurlijk, ja, een hele uitleg over. Namelijk, kijk, je moet je de vraag stellen, hoe kan het dat het christendom, nog altijd toch een paar miljard aanhangers zo, dat zo immens succesvol is geworden? Terwijl er behoorlijk wat concurrentie ook was in die tijd zo. Jezus, ja, we weten daar niet veel over, maar dat was een soort goeroe, een soort charismatische sekteleider zo. Die had wat volgelingen zo. Mensen die hij ronselde. Zo een visser. Hè, laat u netten liggen, kom mee met mij. We gaan keet gaan schoppen in de tempel en zo. Ja, een onruststoker, hè. Bon. En hij had zo enkele tientallen volgelingen misschien die enorm naar hem opkeken. En die dus daar enorm veel in hadden geïnvesteerd. Die een engagement hadden. Ze hadden misschien hun vrouw en kinderen achtergelaten. Jezus zegt dat ook een paar keer zo. Van, laat dat allemaal maar. Hè. Uw moeder, wow, vergeet dat. Oh, wij, dat is wat telt. Hè. Zegt hij letterlijk ook. Hè. Zijn eigen moeder. Hè. Dus dat is heel sectarisch. In-groep, out-groep zo, wij en de rest en enkel de eigen klik telt. En hij spiegelt hen van alles voor.
Als je mij gelooft, eeuwig leven. En misschien bevrijding van de Romeinen. Hè. Je kunt dat politiek ook duiden. Die mensen geloven dat. Ja, sommige mensen hebben die macht. Hè. Zo'n Belkacem, zo, die mensen, jonge mensen naar Syrië krijgt. En zo, hè. Dat, van, ja, mensen die zeggen, je moet een bommengordel aandoen en je doen ontploffen. Dat is het beste wat je kunt doen. En die mensen doen dat. Dus er zijn mensen die invloed kunnen hebben. Dus Jezus was ook zo iemand. En dan wordt hij opgepakt en aan het kruis genageld. Wat een vernederende dood was, wat vaak voorkwam. Kruisdoden, dat bestond al heel lang. Hè. Bij de Romeinen, de Grieken deden dat ook al. En zo. Dus, alsof hij een ordinaire misdadiger poef, ze nagelden hem aan het kruis. Extreme cognitieve dissonantie bij zijn volgelingen. Juist. Dus dat moet gereduceerd worden. Sommigen zullen gezegd hebben, ja, we hebben ons laten bedriegen. Dat was maar een charlatan. We bollen het af. Ik wil daar niks meer mee te maken hebben. Ik heb mij vergist in die man. Maar anderen, à la Festinger, hebben de dissonantie moeten reduceren. En hoe hebben zij dat gedaan? En dat is de vondst van Paulus dan. Door te bedenken dat die kruisdood niet een mislukking was, maar dat het de bedoeling was. Zie je? Hij is op aarde gekomen net om die kruisdood te sterven. Want anders kon hij niet verrijzen enzovoort enzovoort. En de rest is geschiedenis van het christendom. En wereldgeschiedenis dus. Hè. Dus enfin, kijk, dat is ook iets wat Etienne Vermeers heeft gedaan. En hij had daar dolgraag een boek over geschreven. Maar dat is er ook nooit van gekomen. Maar hij heeft wel, dat geef ik u toch even mee, hij heeft zo'n aantal hoorcolleges opgenomen, dus zo'n lange lezingen, die zijn uitgegeven door zo'n uitgeverij van hoorcolleges, hè, Home Academy. En ik heb hem daar nog voor gestrikt, zal ik maar zeggen. Ik ben daar blij om, want anders hadden we dat nooit zo gehad. Dus mocht u dat boeien, wat hij daarover te vertellen had, dan kunt u dat wel nog beluisteren. Oké, okay, ik ga eens kijken hoe laat het is. 7:45. Wanneer moest hij weer stoppen? Ten allerlaatste, ten negenen. Hè? Ja. Goed. Mijn inleiding is zo stilletjes aan gedaan. Ja, maar ik heb toch al een aantal zaken kunnen vertellen. Hè? Nu, de rest, kijk, ja, ik moet het natuurlijk een beetje korter houden. U weet dat hij zich met verschillende zaken heeft bezig gehouden, nietwaar? Kijk, dat laatste boek, dus dat postuum is uitgegeven, die nagelaten geschriften, die heb ik zelf mogen samenstellen met Dirk Verhofstadt. We hebben in samenspraak met de weduwe natuurlijk van Etienne Vermeers in zijn bureau gezocht naar artikelen, teksten. U heeft misschien ooit wel foto's gezien van dat bureau. Dus u begrijpt, wij hadden zo een speleologenlamp op zo, om in die chaos iets te vinden. Hè. En we hebben zijn harde schijf ook mogen doorzoeken en zo. Enfin, we hebben toch allerlei zaken gevonden, een aantal dingen ongepubliceerd, dus echt nagelaten geschriften. Maar verder hebben wij bepaalde teksten die in het Engels, het Duits of het Frans ergens gepubliceerd waren, in vakbladen noem ik het nu maar, die hebben we dan vertaald. We hebben een selectie van interviews gemaakt en van opiniestukken. Ja. Dus zaken die niet zo makkelijk meer te vinden zijn en zo. In de hoop dat boek dan een beeld geeft van ja, de mens en de denker Etienne Vermeers. En ook wel zijn veelzijdigheid, hè, dus zijn mateloze interesse. Maar ook zijn engagement. Hè, want veel van die, niet natuurlijk die technische artikelen, maar zeker die opiniestukken en interviews, die gaan over de bevolkingsexplosie, dat hield hem heel sterk bezig, dat weet u. De milieucrisis, de rol van wetenschap in de samenleving. U weet, hij was natuurlijk heel sterk pro-wetenschap in de zin van dat hij dacht dat is het beste wat we hebben om de feiten te leren kennen, de empirische werkelijkheid. Hè. Maar hij was, let op, hij was geen scientist zoals dat heet. Hij dacht dus niet dat je met wetenschap morele vraagstukken of zo kon oplossen. Hè. De ethiek was een zelfstandige discipline in de filosofie. Hè. Dus wetenschap kan ook maar zoveel doen. Maar bovendien, zie bijvoorbeeld De Ogen van de Panda, dat is waarschijnlijk zijn bekendste werk. Hè. Dit is een heruitgave van een kwart eeuw later, van nu een paar jaar geleden. De oorspronkelijke editie is van 1988. Hè.
Ja, daar lanceert hij het begrip het WTK-bestel. Dat staat voor wetenschap, technologie en kapitalisme. Dus dat kan ik heel kort samenvatten. Dat is de kern van die tekst, van dat boekje. Het is eigenlijk het WTK-bestel, die samenhang, en dat krikt elkaar op tussen wetenschap, technologie en ons economisch bestel, dat voor al die problemen zorgt. Ja, allerlei milieuproblemen op allerlei manieren. En globaal komt het erop neer in een eindig systeem wat de aarde is. Als niet alleen de mensheid blijft toenemen in aantal, maar ook het grondstoffenverbruik, de energienoden, de behoefte aan allerlei zaken, aan water, lucht enzovoort. Ja, dat is de evidentie zelf dat in een eindig systeem iets wat oneindig lijkt door te groeien, dat natuurlijk tot een crash zal komen. Hè? Dat is de basisstelling daar. En dus ondanks zijn hele positieve ingesteldheid richting wetenschap, wijst hij er natuurlijk ook op dat wetenschap iets heel erg machtig is en ons ook natuurlijk ten gronde kan brengen. Ja, denk aan kernwapens enzovoort, maar ook allerlei andere zaken uiteraard. Hè. Zijn pleidooi werd dan niet anti-wetenschappelijk, maar wel is hij er blijven op gaan. Maar kijk, wetenschap moet in de eerste plaats iets zijn wat ons betrouwbare kennis moet opleveren. Hè. Daar gaat het om. Wat het economisch systeem betreft, hij was sterk anticapitalistisch. Ja. Daar wordt soms wel eens over gediscussieerd, maar als je de O van de Panda leest, is dat evident. Hè. En de technologie, ja, dat is natuurlijk een beetje ambigu. Aan de ene kant hebben wij allemaal toch heel veel aan technologie te danken. We kunnen wel heel kritisch zijn, maar de meeste mensen zijn niet zoals meneer Kaczynski, als u dat wat zegt, de Unabomber. Hè. Natuurlijk niet, hè. Dus die extreem antitechnologisch was. Zelfs mensen die zeggen dat ze heel sterk tegen technologie zijn, hebben toch smartphones of gaan al eens met een vliegtuig op reis of gaan naar een modern ziekenhuis enzovoort. Hè. Dus we plukken daar allemaal de vruchten van, zowel van wetenschap als van technologie natuurlijk. Maar het valt ook niet te ontkennen, en ik denk dat Etienne Vermeers daar toch vaak op gehamerd heeft, dat technologie ons ja evident ook ten gronde kan richten natuurlijk. Hè. En hij maakte daar onderscheiden die wel interessant zijn om uit de doeken te doen, maar bon, u moet het zelf ook maar eens lezen. Hè. En hij baseerde zich daar trouwens op verschillende bronnen ook, waaronder ook werk van de Frankfurter School en zo. Hè. Dus Adorno, Horkheimer en zo. Dus hij plukte dat zo'n beetje van overal ook. Hè, ja. Maar bijvoorbeeld het onderscheid tussen micro- en macro-rationaliteit. Daar sta ik nu heel eventjes bij stil. Ja, wij zijn op micro-schaal, is de gedachtegang hier, kunnen wij extreem rationeel zijn. Bijvoorbeeld een auto maken, dat is een heel rationeel iets. Doe het maar eens, dat is ongelooflijk slim en clever en hoe dat allemaal in elkaar zit zo, en dat ding rijdt. Ja, en je stopt daar benzine, dat is ook al een heel gedoe, hè, die olie en benzine en die motor. En dan, ja, dat is een wonderlijk ding, een auto. Of een micro. Of een laptop, of noem maar op, een camera. Dat zijn ongelooflijke dingen. Heel rationeel. Ja, anders kun je dat nooit maken. Als je dat met je buikgevoel benadert of zo, of intuïtief zo, dat zal niet lukken. Hè. Dus je moet daar je reden voor gebruiken. Ja. Maar op macroniveau zijn we vaak zeer irrationeel. Want met die auto's rijden we nog altijd meer dan 1 miljoen mensen per jaar dood. En staan we constant in de file. Hebben we CO2-uitstoot enzovoort. Dus er is daar een interessante paradox. Zo. Micro-rationaliteit en dan macro-irrationaliteit, moet ik eigenlijk zeggen. Hè. Dus we zijn wel slim genoeg om een auto uit te vinden, maar we zijn niet wijs genoeg om te weten of het wel verstandig is om hem uit te vinden. Zie je? Dus dat soort zaken, dat hield hem toch ook zeer sterk bezig. En daar heeft hij toch ook veel over gepubliceerd. Ik ga zo stil aan beginnen afronden. Er zijn nog allerlei andere zaken die hem hebben beziggehouden. Ja, ik moet natuurlijk nog even wijzen op zijn rol in die bio- of medisch-ethische debatten. Hè. Daar was hij misschien het meest fier op. Ik vind er niks mis mee dat een intellectueel fier is op zijn verwezenlijkingen. Maar op het feit dus dat hij decennia lang mede het debat heeft aangezwengeld en er ongetwijfeld een belangrijke rol in heeft ingespeeld,
Wat geleid heeft tot de goedkeuring van de euthanasiewet in 2002, als ik mij niet vergis. Hè. Het eerste debat op televisie, op de Vlaamse televisie, Nederlandstalig dus, was begin jaren 70 en daar deed hij aan mee. Dus hij was daar dus toch al lang mee bezig, zeker mede onder invloed van Hugo van den Enden. Apostel en Kruithof waren daar niet mee bezig, hè. Ook niet met de abortuskwestie. Maar dus dat was ook iets wat hem sterk heeft beziggehouden. En dan bij uitbreiding ook medisch-ethische kwesties, patiëntenrechten bijvoorbeeld, de rol van artsen, paternalisme van artsen en al dat soort zaken, de rol van de orde van geneesheer. Dus zo, ja, daar heeft hij talloze lezingen over gegeven. Ik ben oud genoeg om de aanloop naar de euthanasiewet mij nog zeer goed te herinneren. Hij heeft talloze lezingen en debatten daarover gevoerd, hè, met allerlei mensen. Veel teksten over gepubliceerd, dus hij ging dat nooit uit de weg. Hè, daar heb ik al op gewezen. En hij werd op een bepaald moment ook voorzitter van een commissie binnen het raadgevend comité voor bioethiek. Dat is een raadgevend comité voor bioethiek. Hè. Vol met experts, artsen, juristen, filosofen, ethici enzovoort. Franstalig, Nederlandstalig. En die bereiden dus adviezen voor, na lang overleg en zo, over allerlei medisch-ethische kwesties. Dat kan over genetische manipulatie gaan, GMO's, genetisch gewijzigde organismen, kloneren, embryo's, selectie, al dat soort zaken. Dus ook abortus, euthanasie enzovoort. Dat is allemaal in die commissie uitvoerig besproken met mensen van zeer uiteenlopende gezindheden, dus hé, dat is belangrijk. En Etienne zat dus de commissie euthanasie voor. En dat heeft hij altijd zelf beschouwd als iets van het beste en het mooiste eigenlijk wat hij ooit heeft kunnen doen, om zo in alle rust met ook met mensen, Franstaligen, maar op zich is dat het punt niet, maar ook gelovigen, jezuïten bijvoorbeeld, zaten daar ook in. Van de Universiteit Antwerpen en zo, om met die mensen maandenlang, misschien jarenlang, over euthanasie te kunnen nadenken. En om dan uiteindelijk de brug te kunnen slaan. Ja. En dat heeft uiteindelijk, lange omwegen, tot de euthanasiewet geleid. Hè. En u weet ongetwijfeld, hij is ook gestorven door euthanasie. En dat is een van de laatste dingen die hij heeft opgeschreven, zo, want hij kon niet meer praten. Hij kon wel nog. Hij had nog wel het cognitieve vermogen, maar hij had zo'n buisje in zijn keel omdat er anders speeks in zijn longen zou komen, dus dat moest afgevoerd worden zo. Ik ben geen arts, maar bon, u weet wel, kunt zich daar wel iets bij voorstellen. En dus moest hij dingen noteren. En dat was een van de laatste dingen die hij noteerde. Ik sterf dankzij mijn levenswerk. En daarmee bedoelde hij die euthanasiewet. Ja. Dus dat vond hij enorm belangrijk. De abortuswet natuurlijk ook. Hij heeft een belangrijke tekst geschreven die hij naar alle parlementsleden heeft opgestuurd ten tijde van de debatten in parlement, senaat, omtrent abortus. Dat is al een pak langer geleden. U weet nog dat de toenmalige koning Boudewijn die wet dan niet wou tekenen. Zo. U herinnert zich dat de meesten toch, en ik herinner me dat toch ook nog vrij levendig. Dus ook daar heeft hij toch een belangrijke rol in gespeeld. Hè. En ik vind het wel interessant om erop te wijzen. Kijk, wij zouden nu kunnen denken, ja, ondertussen is dat allemaal verworven. Euthanasie is 20 jaar, abortus is al 30 jaar of al langer. Maar ja, zie de Verenigde Staten momenteel, en trouwens ook Spanje, Hongarije, Polen en zo. Dus eigenlijk is dat nooit helemaal weg ook. Hè? Dus ik denk dat zijn teksten daar misschien toch relevant kunnen blijven. Ja. Misschien ook daar eens iets over. U ziet, ik heb hier zijn boeken voor mij liggen. Verschillende van die boeken heeft hij niet alleen geschreven, omdat hij vond daar de tijd niet voor. Maar daar had hij andere mensen voor nodig. Druk mij nu te negatief uit, maar bon, u begrijpt wat ik bedoel. Bijvoorbeeld met Dirk Verhofstadt, zo'n interviewboek, een zoektocht naar waarheid. Dat gaat een beetje over van alles. Die nagelaten geschriften heb ik al opgewezen. Dit hier, Van Antigone tot Dolly, dat hebben we uitgegeven toen hij 60 werd of met pensioen ging. Denk met pensioen ging. Dat is echt zo'n selectie van allerlei zaken waar hij zich mee heeft bezig gehouden tot dan toe. Want toen was hij 364, maar daarna heeft hij nog 15 jaar toch behoorlijk wat. Enfin, meer nog, meeste in zekere zin, want dan begon hij een beetje meer tijd te krijgen. Hè. Maar dat gaat hier over de God van het Christendom, over ecofilosofie,
weg van het WTK-complex, de eed van Hippocrates, ethische problemen rond euthanasie, dus de zin van de begrafenis in de Griekse tragedie. Ja, het wetenschappelijk experiment in de oudheid en middeleeuwen, dat is ook interessant. Dus hij was ook zeer sterk, heb ik nog niet gezegd, zeer sterk geïnteresseerd in wetenschapsgeschiedenis. Omdat toch een groot deel van zijn loopbaan heeft hij nagedacht over de vraag hoe komen wij tot betrouwbare kennis? Dat is een belangrijke vraag in de filosofie van Oudscherm natuurlijk. En ja, in de wetenschap leek dat toch, of lijkt dat toch redelijk goed te lukken voor bepaalde zaken. En dan heeft hij zich verdiept in de vraag, hoe komt dat? En dan kom je natuurlijk op die experimentele methodes, ik moet dat in het meervoud zeggen, uit. En dat heeft hij zeer grondig bestudeerd, zowel in Griekse, Latijnse teksten, hij kon dat lezen, hè, dan middeleeuwse teksten en zo, tot Galilei en Harvey en... ja, Bacon en wat is het allemaal, al die mensen die zo in de 16e, 17e eeuw daar dan de cruciale stappen hebben gezet. Hè. Misschien even terzijde, dat is ook zo nog een van zijn cursussen die ik heb gevolgd, enfin, ik heb de meeste wel gevolgd zo, maar hij gaf zo in de klassieken een cursus over geschiedenis van de wetenschappen in de oudheid. En ik vond dat echt heel interessant, er was ook maar een heel klein groepje die dat volgde toen. Euclides, Archimedes en zo, al die mensen... besprak hij toen en hij, ja, ik kon dat natuurlijk lezen in het Grieks. En er zaten wel een paar studenten zoals ik die geen klassieken volgden. Maar hij zorgde er wel voor, als we dat dus bespraken in het Grieks, dan zorgde hij er altijd voor dat er ook een Latijnse vertaling was. Dus, ja. dus zo ging dat dan wel goed, hè, voor iedereen. Enfin. Maar kijk, wat heb ik hier nog aan boeken mee? Dit bijvoorbeeld, misschien minder bekend, Provençaalse gesprekken. Dat is een boek dat ontstaan is nadat hij eens een week een cursus gegeven heeft in de Provence, dus voor 20 mensen of zo. En de man die dat toen organiseerde, die is helaas ook al overleden, Willy Wijns, ja, die heeft dat opgenomen, genoteerd en zo, en samen met Etienne daar dan dit boek uit gedestilleerd. Is minder bekend, maar is best interessant. Gaat vooral over bioethiek, medische ethiek, statuut van het embryo en dat soort zaken. Ja, religie, godsdienst is natuurlijk ook een rode draad, hè, een van zijn belangstellingen. Onder andere dit is daaruit voortgekomen, maar het is ook niet rechtstreeks via hem. We hebben dit te danken aan de journalist Joël de Keulaar. Het heet De Ketter en de Kerkvorst. Er is al naar verwezen door Johannes dat gesprek dat hij met André Leonard had. Hè, dat is op televisie gekomen, maar er is daar ook een boek uit voortgekomen. Dit is een boekje dat heet Over God. Zijn gedachten over God. Dat is eigenlijk als volgt ontstaan in het prille begin. Hij had eens, jaren 90 ergens, op VTM tijdens een debat gezegd dat de christelijke God niet bestond en dat hij dat kon bewijzen. Hij kon zo wel van die stellige uitspraken doen, hè, dat is zo. En dan kreeg hij natuurlijk duizend en één vragen van ja, wat zijn uw bewijzen? En dan heeft hij daar een tekst over geschreven, hè, over een kort vertoog over de God van het christendom, waarin hij aantoonde... Eigenlijk natuurlijk was dat al een oude gedachte, dat een volmaakte God die al goed, al wetend, al machtig is, dat is intern contradictorisch. Hè? Want als je naar de feiten kijkt, als hij al wetend is, dan weet hij dat er kinderen geboren worden met een ernstige ziekte, waar ze gaan aan doodgaan, een genetische afwijking of zo. Hij weet dat. Als hij al goed is, dan wil hij daar natuurlijk iets aan doen. Ja? En als hij al machtig is, dan kan hij daar ook iets aan doen. En toch worden er elke dag weer van die kinderen geboren. Hè? Dus, enfin, dus dat is de gedachtegang die hij daar ontwikkelt. Dat is eigenlijk iets waar Leibniz en Spinoza zo zich al over bogen natuurlijk. Hè? Hoe je dat allemaal aan elkaar kunt rijmen. Maar goed, ik vind dat nog altijd heel interessant, heel leesbaar. En dan, ja, er zijn zo een paar kleinere werkjes over atheïsme. Over de multiculturele samenleving bijvoorbeeld. Want ook dat, u weet dat, hij moeide zich natuurlijk ook met... ik zal het nu maar noemen, het hoofddoekendebat, ook al strikt genomen gaat het over religieuze tekenen enzovoort enzoverder, maar natuurlijk werd dat op de hoofddoek toegespitst, nog altijd trouwens. Dus daar heeft hij zich ook grondig mee ingelaten en dan, zoals hij dan altijd, hij ging nooit over één nacht ijs, of hoe zeg je dat, geen half werk. Hij begon dan natuurlijk de Koran te bestuderen en al die commentaren op de Koran enzovoort, om dan te kunnen uitleggen aan zo iemand, ja, maar je citeert de Koran verkeerd, want enzovoort. Hè. Ja, bon, dat was zijn stijl. Hè. Maar die grondigheid had hij wel. En ik zou zijn belangrijkste boek bijna nog vergeten, dat is De Rivier van Herakleitos.
Dus dat is een geschiedenis van de wijsbegeerte, wat hij samen met mij geschreven heeft. Ja, ik wil er maar op wijst. Goed. Dus kijk, ik ga dus stilaan afronden. Hè. Ik denk, het is misschien nog te vroeg om zo'n evaluatie te maken, hè. Maar toch, ik denk dat hij toch veel mensen geraakt heeft op een positieve manier. Misschien soms ook een negatieve manier, hè, want cognitieve dissonantie, ik heb het u toegelicht, veel mensen zullen wel cognitieve dissonantie ervaren hebben na een lezing of door een boek of een les of zo van Etienne Vermeers. Natuurlijk, hè, als je een vrome moslim bent of zo en je hoort hem bezig, ik zeg maar wat, of anti-abortus bent en overtuigd bent dat dat moord is of zo, of radicaal tegen euthanasie bent, om wat voor redenen ook. En ja, mensen, je moet ervan uitgaan dat mensen denken dat ze daar goede argumenten voor hebben en dat de anderen fout zijn. En dan krijg je zo iemand als Etienne Vermeers over je heen, dan ja, dat kan hard aankomen. Ja. Dus hij zal veel mensen op die manier ook geraakt hebben. Dat is niet altijd even prettig. Maar hij heeft ook heel veel mensen ja, toch een vonk overgebracht en aan het denken gezet en van hun geloof afgeholpen, zal ik nu maar zeggen. Of van hun misschien naïviteit afgeholpen of hen gedwongen om scherper na te denken, om grondiger te lezen, meer te lezen enzovoort. Want ja, daar had hij weinig compassie mee, hè, met mensen die niet echt hun huiswerk hadden gemaakt, maar toch allerlei opinies hadden. Hè, dat pakte hij wel hard aan, denk ik. Maar ja, ik denk dat hij dus op veel vlakken toch zeer verdienstelijk is geweest, vele decennia lang. Hij was ook wel zeer geliefd, hoor. Ik heb dat ook wel vaker meegemaakt toen ik zo nu en dan een chauffeur speelde bij een lezing. Dan kon hij daarna iets drinken, hè. En ja, mensen hielden ervan om met hem te praten en al is het maar zijn hand te schudden of signeersessies of zo. Er waren altijd heel veel mensen en die ja, ze vonden hem toch een boeiende figuur. En, de meeste mensen hebben er zeer goede herinneringen aan. En ik denk dat hij een belangrijke rol heeft gespeeld voor een stuk toch in de... Dat zijn grote woorden, ik weet dat wel, maar toch in de ontvoogding van Vlaanderen, hè, voor een stuk. Seksualiteit, euthanasie, abortus, al die zaken, religie. Dat is nooit één man alleen of één mens of vrouw alleen natuurlijk. Maar toch heeft daar toch... Wat er in de lucht hing, misschien kunnen verwoorden op een zodanige manier dat hij een zeer groot publiek bereikte. Het is niet voor niets natuurlijk dat hij in de media toch ook zeer geliefd was. Hè? Of hij in de toekomst nog gelezen zal worden, goh, dat is moeilijk in te schatten. Je weet nooit, stel dat ook bij ons het abortusdebat weer op scherp komt te staan. Ik zeg maar wat, dan gaan we daar misschien naar teruggrijpen. Hè? En mensen die gelovig zijn, wie weet, jonge mensen, die dat misschien dan toch ontdekken en zo, dat kan. Hè. Maar we moeten ons daar ook geen illusies over maken. Ik denk dat iedereen en alles heeft zijn tijd zo. En in de geschiedenis van de filosofie, er is maar heel weinig dat zo eeuwen later nog gelezen wordt. Hè. Daar moeten we niet onnozel over doen, dat wist hij natuurlijk zelf ook. Hij had ook die ambitie niet. Kijk, Leo Apostel komt hier nog aan bod, Jaap Kruithoff komt nog aan bod, Rudolf Boehm is al aan bod gekomen waarschijnlijk. Ja, wie leest die mensen nog nu? Snapt u? Ik bedoel, kijk, ik heb die boeken staan ook, hè, De Zingever en Kritiek de grondslag van onze tijd en zo. Ik vond dat toentertijd heel inspirerende boeken. Hè. Matière et forme van L'Apostel, worstel er u maar door. Ik heb dat niet gedaan, hè, maar bon. Maar dus, je begrijpt wat ik bedoel. De Zingevers, kent u dat boek van Kruithoff? Dat is, ja... Ja goed, wie gaat daar nu nog? Dat begrijpt u? Er is een tijd voor die mensen geweest, dat is voor iedereen zo. Ook voor hun ideeën, voor hun werk. En kijk, Etienne, zoals die andere mensen, die hebben... Hij, ik zal het over hem zeggen, heeft zijn rol gespeeld, denk ik. En het is een immens belangrijke rol geweest. En ik ben hem daar dankbaar voor. Heel persoonlijk, heeft natuurlijk ook mij sterk beïnvloed, hè, als student al. En ik heb dat vaak gezegd bij mezelf en naar anderen toe. Ik heb ja, honderden gesprekken met hem gehad. Dat was vaak zo tussen soep en pataten of zo. Hé. Heel vluchtig soms ook langer. En ik heb altijd iets bijgeleerd. Zelfs over iets waarvan ik dacht er veel verstand van te hebben. Hij had er toch altijd een kijk op of hij wist toch altijd iets. En dan zei hij, verdomd, waar altijd dat nu weer? Hè? Dus ook dat vermogen had hij, dat effect had hij in elk geval op mij. Zo, er valt veel meer over te zeggen, maar mijn tijd is op. Dank u wel.
Zijn er nog... Kijk, zoals Etienne het zou gezegd hebben, wijsgerige bespiegelingen, kritische bedenkingen, scherpzinnige opmerkingen misschien. Of gewoon vragen. Of iemand die iets wil delen, ook allemaal goed. Ja. Dank u. Ja, we zijn het erover eens dat Etienne Vermeers een zeer belangrijke rol heeft gespeeld in het maatschappelijk debat. Wat ik vandaag mis, is eigenlijk filosofen die dat ook doen. He? Ik had eigenlijk heel veel verwacht van Maarten Boudry. Die heeft een aantal boeken geschreven, onder andere ook met Joël de Keulaar. Maar eigenlijk hoor ik hem veel te weinig. En ik zeg dat ook tegen u. Ik hoor jou ook veel te weinig. Er is in het maatschappelijk debat voor het ogenblik zijn er heel weinig filosofen die eigenlijk iets te vertellen hebben. Ik denk bijvoorbeeld aan de oorlog in Oekraïne. Hè? Daar worden dus pagina's van volgeschreven. En als je kritisch bent op, laat ons zeggen, het Europees standpunt of het Amerikaans standpunt, ja, dan lijkt het al alsof dat je een fan bent van Rusland. Dus ja, ik vind dat ook dit is filosofisch aan. En dat was iets wat ik enorm apprecieerde. Hij heeft misschien. Hij kon zich heel moeilijk afsluiten en boeken schrijven. Maar hij stond in het leven. En hij stond in het cultureel leven. En hij heeft altijd een zeer grote rol gespeeld. Ja, dat heb ik toegelicht, denk ik. Hè. Nu. Ik zou nu kunnen op uw opmerking antwoorden, ja, u heeft gelijk, punt. Ja. Maar kijk, laat mij daar toch het volgende over zeggen. U verwijst naar mijzelf en naar Maarten Boudry. U moet wel weten, wij geven wekelijks makkelijk 2-3 lezingen ten velde. U bent daar zelf niet altijd, denk ik. Hè? Wel ja, dus er is veel wat onder de radar gebeurd natuurlijk. Hè? Wij schrijven ook stukken en boeken. U verwijst er zelf naar. Ik heb er het afgelopen jaar 2 gepubliceerd. Hè. En in augustus komt er nog één. En eind dit jaar nog één. Ik heb ook maar 24 uur op 24 uur. Ik kan mij ook niet, en dat geldt voor iedereen natuurlijk, met alles inlaten wat van belang is. Hè. Bijvoorbeeld Oekraïne, Rusland, natuurlijk houdt mij dat heel sterk bezig. Maar ik ga ook niet zomaar een stuk schrijven of wat dan ook, als ik niet het gevoel heb dat ik een punt heb dat van belang is en dat ik kan onderbouwen enzovoort. Een mens kan ook maar zoveel doen. Vergeet niet, Etienne Vermeers heeft zich ook, laten we zeggen, tussen zijn 30ste en zijn 50ste ook niet met dat soort maatschappelijke kwesties ingelaten. Dan had hij studiewerk te doen, dan was hij ook met andere zaken bezig enzovoort. Dus er is misschien een tijd voor alles. Kijk, ik denk dat, je verwijst naar Maarten Boudry, die jongen heeft toch wel al heel hard zijn best gedaan. Hij heeft al veel meer vijanden dan hem lief is. Dat is een goed teken. Hè? Dus dat wil toch iets zeggen, denk ik. Daar komt ook het volgende bij. Je moet het ook toch in. Je moet alles een beetje in zijn tijdsgeest zien. Kijk, toen Etienne Vermeers 30, 40 jaar geleden op televisie kwam, 50 jaar geleden, om over euthanasie te debatteren, dan had iedereen het gezien, want ja, er was maar één kanaal. Hè? Ja? Terwijl nu zit iedereen naar iets anders te kijken. Ja? Dus als ik eens in de zevende dag zit bijvoorbeeld, dan valt mij dat altijd op dat behalve mijn moeder bijna niemand dat gezien heeft. Nee, maar dat is ook zo. Dat is ook zo. Omdat, ja, we zijn allemaal veel meer versnipperd dan vroeger. Ja? Natuurlijk, bovendien is het ook een soort, het is ook een evaluatie zo achteraf, zo alsof Etienne Vermeers zo constant op de brest stond voor elk belangrijk probleem in de wereld. Dat is natuurlijk ook niet zo. Dat is een beetje een cognitieve illusie in zekere zin. Ik heb wat u nu zegt, ik heb hem dat verwijt horen ondergaan decennia geleden. Ik weet nog, op de Gentse Feesten bijvoorbeeld, hij deed zo elk jaar mee aan debatten op de Gentse Feest. Misschien kent u die debatten. En bijvoorbeeld, dan was er iemand die hem verweet, ja,
je bent hier nu wel bezig over dit en si en la, maar waar zit je als het gaat over de Palestijn? Oké, ja, bon. Daar had hij dus nog niks over, geen lezing over gegeven, over de Palestijnse kwestie en zo. Begrijpt u mijn punt? Ja, er is altijd wel wat. Hè? En iedereen heeft zijn dada's. Dus wat kan ik u zeggen? Ik kan u zeggen, kijk, ja, ik heb ook maar 24 uur. En u kan het aan mijn vriendin vragen. Ik besteed er tamelijk veel van aan mijn job, als ik dat zo mag noemen. Enfin, het is niet echt een job, het is ook een beetje een roeping, hè. En dat er geen figuren meer zijn als Etienne Vermeers, of voor mij Bart Kruithof of wat dan ook. Ja, dat zal misschien waar zijn. Maar goed, ja, daar kunnen wij ook niet veel aan doen, nietwaar? Ik zie ook geen nieuwe Eddie Merck zo meteen, hoor. Of Paul van Imst of zo. Ja, bon, oké. Zo werkt dat niet. Je kunt niet aan mensen zeggen, van, je kunt dat wel zeggen, van ja, ik verwacht toch meer van jou. En er dan vanuit gaan dat ze gaan zeggen, oh ja, verdomd, het is juist, kan eigenlijk wel wat meer doen. Zo gaat dat niet. Hè? Dus dat is eigenlijk het ene wat ik daar kan over zeggen. Ik probeer ook mijn best te doen. Ja, het lijkt alsof ik nu geroepen voel om mij te verontschuldigen. Dat is natuurlijk niet zo. Ik probeer maar de feiten weer te geven. Kijk, ik zie het ook een beetje zo. En dat was met Etienne ook zo. En ook met andere mensen. Ik heb toch wel 25 jaar van mijn leven al besteed. Voor een flink deel. Aan het begeleiden van mensen, jongere mensen, die dan bij mij doctoreren en hun rol moeten opnemen. Maarten Boudré is er daar één van. Griet van der Massen is iemand die u kunt daar stukken lezen en ze krijgt ook van alles op haar kop. En ik heb er zo verschillende. Ja, ik ga ze niet allemaal beginnen opzommen, want dat klinkt zo snel aanmatigend. Maar ik kan er zo een stuk of 10 opzommen, minstens, die hun rol spelen in maatschappelijke kwesties, maatschappelijke debatten. Naast hun, ik zal maar zeggen, academisch of theoretisch werk. En ik ben daar fier op, want ik heb die mensen mee gevormd. En ik ben daar nu nog altijd mee bevriend en close mee enzovoort. Dus zo werkt dat ook, zie je, op onrechtstreekse manier. En je hebt studenten die hun verantwoordelijkheid opnemen. Kijk, iedere keer als ik zo'n leerkracht zedeleer ontmoet, die zegt, ja, ik heb 20 jaar geleden les bij u gevolgd en ik doe nu dit en dat met mijn leerlingen. Ja, dan is een stukje van mijzelf ook daarin. Daar ben ik dan ook altijd blij om. Ja. En verder hebben we natuurlijk nog altijd Noam Chomsky. Goed? Oké. Ja, andere vraag? Professor Braakman, hoe stond Etienne Vermeers tegenover de vrijmetselarij? Hoe stond hij tegenover de vrijmetselarij? Wel, ik mag u waarschijnlijk wel zeggen, hij was zelf geen lid. Of heet dat zo? Ik ben dat ook niet. Ik denk niet dat hij daar negatief of positief tegenover stond. Heeft hij nooit iets over geschreven? Of nee, denk ik niet. Denk ik niet. Nee. Hij had verschillende vrienden en collega's natuurlijk die wel lid waren. Zo gaat dat. Mensen die hij zeer apprecieerde. En hij zag daar ongetwijfeld wel de positieve waarden van in enzovoort. Maar hij is zelf nooit lid geworden. Ik weet ook niet of het hem gevraagd is. Waarschijnlijk wel. Maar ik zou bijna zeggen, gezien zijn achtergrond, was dat waarschijnlijk iets waarvan hij dacht, ja, dat strookt niet met mijn persoonlijkheid. En, kijk, met mensen samen iets opbouwen en die idealen enzovoort, dat is natuurlijk prachtig. Maar je moet er ook de wekelijkse of tweewekelijkse bijeenkomsten bij nemen. En de ritualen, zoals dat daar dan heet en zo. En dat was dan weer niks voor hem. Zie je? Dus het was niet uit een soort anti- of negativiteit. Maar gewoon, ja, dat strookte niet met de persoonlijkheid, denk ik. Meer kan ik daar niet over zeggen, want ik heb niet meer info. Ja. Goedenavond. Wat ik u wil vragen, begin jaren 70 was Etienne Vermeers in de Blandijnberg, een beetje verbonden de groep filosofie en moraalwetenschappen. En hij was daar, ik was daar dan ook, maar als student, en hij was daar een cas à part.
Hij werd een K-apaar. Hij was dan een beetje opzij. Ik heb dat nooit goed begrepen in die tijd, want ik was daar misschien een beetje te jong voor, maar hebt u daar iets over? Kunt u me daar iets over zeggen, overduiden? Bij begin jaren 70, ik was toen een jaar of 6, 7, dus in die zin, ja, kan ik daar niet rechtstreeks veel over zeggen, maar hij is altijd wel een beetje een apart geval geweest. Kijk, ja, hij was aan de ene kant natuurlijk wel al snel ja, incontournabel zo, hè, door zijn kennis en zijn dossiertalent en zijn intelligentie toch ook en zo. Maar zoals dat gaat in zo'n vakgroep, dat woord bestond toen nog niet natuurlijk. Je krijgt ook verschillende posities en discussies enzovoort. Hè. Dus dat is, heeft altijd wel wat meegespeeld. Toen ik student was, dus 10 jaar later of een goede 10 jaar later of zo, speelde dat natuurlijk ook. Hoewel ik toch moet zeggen dat... Goh, ik heb hem dat nooit zelf zo echt weten... cultiveren of opstoken of wat dan ook. Zo discussies met bijvoorbeeld Jaap Kruithof, die waren er vaak over de Holvoorlog en zo. Of met Rudolf Beum misschien over ja, het theoretische weten versus andere verklaringen enzovoort enzovoort. Dat is allemaal heel boeiend als student, ik vond dat heel spannend. Maar ik heb hem dat nooit zo echt weten opkloppen. Zelf vind ik het ook wel, dat is nu niet uw vraag, maar ik zeg dat er even bij... tot op zekere hoogte een beetje parochialistisch om dat zo te willen. Studenten hebben dat natuurlijk spontaan, dat is normaal zo van... je bent pro die en contra die dan automatisch. Hè. Ik heb dat toch nooit gehad als ik daarop terugkijk. In alle eerlijkheid, ik heb van al die mensen iets geleerd. Van de een wat meer dan de ander. Van een paar proffen heb ik echt niks geleerd. Ik ga daar nu geen namen op kleven, maar zo... ja... echt tijdsverspilling heb ik echt niks geleerd. En vond ik het heel spijtig, omdat de vakken op zich wel interessant waren, maar ze werden gewoon heel slecht gegeven. Ja, dat is onvermijdelijk. Hè, als je, hoeveel vakken heb je in zo'n opleiding? Bijna 50 of zo. Dus ja, hè, ze kunnen niet allemaal top zijn. Hè. Maar ik heb van de meeste van die mensen... Van Apostel heb ik geen les meer gehad, die was al weg, maar van die andere mensen wel. En van Hugo van den Enden en noem maar op. Ik heb er allemaal heel veel van opgestoken. En het zou nogal raar zijn, moest de ene altijd gelijk hebben en de andere prof alleen maar nonsens uitkramen. Nee, dat zou nogal bizar zijn. Dus ik heb dat zelf nooit zo... Ik heb daar zelf nooit zo in meegegaan om dat zo tegen elkaar uit te spelen. Maar het is wel zo, dat is juist natuurlijk, misschien doelt u daarop, dat, dat Vermeers natuurlijk, ja, hij kon stellig zijn en standpunten innemen en ze ook verdedigen en zo... Dat hij zich daarmee soms wat vervreemde misschien, dat was, dat nam hij er dan wel bij, van collega's of andere mensen. Dat zou best kunnen. Kijk, wat we hebben dat meegemaakt na zijn overlijden. Heeft de rector, ik zal u dat even zeggen, heeft de rector het initiatief genomen om zo'n leerstoel op te richten. In de praktijk betekent dat... het organiseren van 1 of 2 debatten per jaar of lezingen of zo in de geest van Etienne Vermeers. Hè. En Maarten Baudrie mocht die rol op zich nemen voor 5 jaar. Hè. Dat is ook niet meer dan dat. Hè. En dat is niet eens betaald, behalve dat er een budget is om zo eens een spreker uit te nodigen en zo. En daar is al een hele heisa rond ontstaan. Dat had ook met de figuur van Etienne Vermeers natuurlijk te maken. Hè. Zelfs binnen onze eigen vakgroep waren er mensen die dan vonden, ja, maar... Dat is toch heel eenzijdig. Waarom krijgt hij dan zo'n leerstoel en niet anderen? En zo? Enfin, ja, dat is zo van die... opnieuw, ik vond dat allemaal een beetje parochialistisch. In plaats van daar ergens tevreden over te zijn, dat op die manier... En dat gaat ook stoppen op een bepaald moment. Hè, maar dat er een budgetje wordt vrijgemaakt, om het nu heel simpel uit te drukken, om debatten te organiseren over lastige thema's. Want daar komt het uiteindelijk op neer. Hè. En dat er budget is om dat dan te filmen en op internet te zetten. En zo. Meer is dat niet, maar ook niet minder. Hè. Dus dat is in de geest van Etienne Vermeers zo nog wat dingen laten nazinderen. Zo. Ik vind dat positief, maar toch ontstaat daar dan zo heisa rond. Ja, ik heb me daar niet echt mee bemoeid. Dat waait allemaal weer over, hè, zulke dingen. Ik weet niet of dat een antwoord is op uw vraag, maar kijk, dat is wat ik daar kon op zeggen. Hoe ver reikte zijn Vlaams gezindheid? Ja, misschien verder dan wat de meeste mensen zich realiseerden. Ik ook.
heeft daar weinig over gepubliceerd of zo. Het is ook iets. Het was een interesse van hem die. Waar ik niet ben in meegegaan. Enfin, ja, dat was gewoon niet onder in mijn radar. Dus ik heb hem daarin niet gevolgd, zal ik maar zeggen. Niet in de zin van zijn ideeën daarmee instemmen of niet, maar niet gevolgd in wat hij daarover deed. Maar u weet misschien, hij was lid van die zogenaamde Gravensteengroep, hè, waar Tineke Beekman en Ludo Abicht ook lid van waren. Misschien bestaat die groep nog, ik weet het eerlijk gezegd niet. En daar werd toch wel serieus nagedacht over een mogelijke volgende staatshervorming en meer autonomie voor Vlaanderen en zo. Dus ja, dat doe je dan niet als je niet een zekere Vlaamsgezindheid hebt, natuurlijk. Hè. En ik heb dat proberen te traceren naar zijn jeugdervaringen, hè, vanuit zijn familie, vanuit echt zijn prille jeugdervaringen. Dat zal wel een rol gespeeld hebben. Kijk, wat ik niet heb verteld, en u doet er mij nu aan denken, ik denk dat je het hier even goed kunt op toepassen. Hij kon heel slecht tegen wat hij aanvoelde als onrechtvaardigheid. En ik denk dat dat op heel veel zaken toepasbaar was. Ja, kijk, wat ik nu helemaal niet heb verteld, maar ik had dat moeten doen, maar ik kan het nu doen, is dat hij ook heel wat verantwoordelijkheden heeft opgenomen binnen de universiteit en andere zaken. Enfin, ik heb even naar die commissie verwezen, maar hij is vicerector geweest, hij is decaan geweest enzovoort. En mensen die hem daar hebben meegemaakt, in de raad van bestuur en andere zaken, die hebben daar vaak op gewezen. Ja, hij maakte zich druk over zaken die onrechtvaardig waren. Zo, als er geen gelijke lonen waren. Of bijvoorbeeld de pensioenshervorming voor de personeelsleden van de universiteit. Daar heeft hij over gewerkt, zo dat soort zaken. Hè. Daar ging hij dan voor. En ik denk dat dat evengoed ook waar is voor, zoals hij dat zag, hè, voor de Vlaamse kwestie, met een groot woord. Hè. Dat hij ook daar mede door gemotiveerd was. Maar het is iets waar ik zelf helemaal... Enfin, een van de weinige zaken die hem bezig hielden, waar ik mij niet heb mee bezig gehouden. Niet door gebrek aan belangstelling of zo, maar omdat ja, je kunt ook niet alles doen. En ik heb ook helemaal niet die achtergrond en zo. Dus je moet, voor sommige zaken moet je een beetje emotioneel gedreven zijn misschien ook. Hè. Dat is nog zoiets. Hè. Het was een zeer passionele mens, hè. Hij wordt soms als een soort uber-rationalist beschreven, zo, maar hij was zeer, zeer passioneel, hè? Ja, natuurlijk. Ja. Zijn rationaliteit stond niet tegenover emotionaliteit, maar tegenover irrationaliteit. Hè? Ja. Ja, laatste vraag. Het was heerlijk. Wat we misschien niet zo, ik toch niet zo sterk gehoord heb, is hoe sterk hij was als vooruitgangsdenker. Een uitspraak van hem die mij nog op mij kleeft is. Hij zei: mijn vader is prachtig verzorgd, is oneindig veel beter gestorven dan Louis XIV. Hij was een. Hij geloofde in vooruitgang. Hè. Of hij geloofde. De feiten leken dat, of lijken dat te bevestigen, denk ik. Analfabetisme, geweld, noem maar op. Er zijn allerlei zaken die in onze tijd, eigenlijk al sinds de jaren 1800, begin 19e eeuw zo, zijn beginnen verbeteren. Hè. Dat lijkt niet altijd zo, maar we hebben daar ja, objectieve gegevens over. Hè. En hij dacht dat zeker mede te wijten was aan de verlichtingsideeën. Hè. Men noemde hem soms zelfs een verlichtingsfundamentalist. Hè. Een beetje een raar woord, maar goed. Dus Beccaria bijvoorbeeld was een van zijn helden. Hè. Dat is de Italiaanse filosoof die een boek heeft geschreven waarin hij zich verzet tegen de vormen van bestraffing die toen nog bestonden, willekeur, marteling, zomaar oppakken en opsluiten zonder deftig proces en gaan zo maar door. Hè. Dus dat soort mensen, maar ja, ook die andere verlichtingsfilosofen, dat waren zijn helden. Hè. En hij was daar toch ook zeer belezen in. Maar hij was ook geen naïeve vooruitgangsbeliever of optimist. Hè. Daar heb ik ook wel even op gewezen. Hij redeneerde dat we veel te danken hadden en hebben, maar goed, hij is nu overleden, aan wetenschap en techniek en zelfs ook aan ons economisch systeem natuurlijk. Hoewel het, nou, ik kan daar niet te diep op ingaan, maar gigantisch veel nadelen ook heeft en zeker heeft gehad. Maar hij begreep ook dat het de wereld zou vernietigen.
als het doorgaat zoals nu, of potentieel kan vernietigen. Zie je? Waar we nu niet hebben over gepraat, maar ja, goed, ik zag het hier nu ook niet als mijn taak om elk idee van hem te betwisten of te nuanceren of zo. Natuurlijk niet, daar is ook de tijd niet voor. Maar dat zou ook boeiend zijn om ons af te vragen op welke punten kunnen we hem nog volgen en niet meer volgen. Heel kort, ik heb het toevallig nog vandaag mogen uitleggen aan de telefoon in een interview. Ik denk dat zijn pessimisme, gelukkig maar sommige mensen zullen het daar zeker niet mee eens zijn, met betrekking tot de demografische problematiek, ondertussen kan genuanceerd worden. Hij was nogal sterk beïnvloed door Paul Ehrlich en het rapport van de Club van Rome en zo, jaren 60, 70. En dat is toch zeer zwartgallig. En die mensen maakten voorspellingen, zeker Ehrlich, over miljoenen hongerdoden al daar en gigantische problemen hinter enzovoort. Ja, dat is niet gebeurd. Hè. Dus we zijn nu wel met zoveel miljard mensen meer. Maar die extreme drama's voor de mens zijn er niet gekomen door de demografische problematiek. Natuurlijk, we wegen wel op andere zaken, op de natuur en global warming enzovoort. Dus het is ingewikkeld. Maar toch kunnen we hem daar nuanceren. Ik vind dat hij daar, als je nu die teksten leest van hem daarover, denk ik dat volg ik niet meer. Je moet het ook natuurlijk in zijn tijdsgeest zien. Ik heb dat toentertijd ook wel gevolgd, maar nu niet meer. Maar bijvoorbeeld ja, pleidooien voor verplichte sterilisatie of in plaats van kindergeld geven, extra belastingen op het zoveelste kind. En weet ik veel, allemaal dat soort quasi-draconische maatregelen vanuit een bepaald perspectief. Daar kom je toe als neo-Malthusiaan. Hè? Je weet wat ik bedoel. Dat zijn zaken, denk ik, waar ik nu niet meer achter sta. Hè? Ikzelf. Hoewel ik hem daar vroeger wel in volgde. Want ja, de cijfers lijken dat toch aan te geven. Enfin, ingewikkeld debat, maar je begrijpt wat ik bedoel. Kom terug naar uw vraag. Dus hij was zeker een vooruitgangsoptimist, maar kijk, bijvoorbeeld met betrekking tot die demografische problematiek was hij zeer pessimistisch. In zijn allerlaatste interview, herinner ik mij, zegt hij dat ook. Ik ga doodgaan zonder dat mijn belangrijkste boodschap ook maar enige indruk heeft gemaakt, namelijk dat er minder kinderen moeten geboren worden. Dat is zeer pessimistisch. Eigenlijk had hij zich kunnen troosten met het feit dat ja, dat klinkt paradoxaal, maar toch is dat positief. Ook al blijft de bevolking nog altijd wel toenemen, dat de toename op zich toch sterk vermindert. Hè? En dat we wereldwijd zien, zelfs in landen als Iran en Italië en zo, dat ze ondertussen meer sterfgevallen dan geboorten hebben. Hè? Dus er zijn zelfs ondertussen al auteurs die zeggen, oei, 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 dat gaat daar serieuze problemen geven. Hè? Dus die beginnen de zaak, dat zijn extreme pro-natalisten, de zaak zelfs om te keren. Hè? Wat ik ook niet volg, hè, voor alle duidelijkheid. Maar dus ik denk dat het antwoord genuanceerd moet zijn. Hè? Hij geloofde in de kracht van het menselijk vernuft. Hij geloofde voor een stuk in de goedheid van de mens. Maar ik heb u daar ook op gewezen, hij begreep ook wel, de mens kan snel hervallen in andere, minder moreel verantwoorde handelingen enzovoort. Maar goed, hij geloofde in de maakbaarheid, toch voor een groot deel. En in de reden en in de mogelijkheid om ons verder op te krikken. Maar hij zag toch ook wel een aantal hele donkere schaduwkanten. Dus genuanceerde vooruitgangsoptimist. Ja. Oké, professor Braakman. Heel erg veel dank dat u ons op een heel toegankelijke en humoristische manier ook hebt ingewijd of herinnerd aan de veelzijdigheid van het denken van Etienne. Ik heb zeker geleerd dat de nagelaten geschriften de boze huisgeesten bij mij zullen kunnen verstoren. Dank u wel voor die informatie. Misschien nog iets praktisch. Ja. Misschien nog even praktisch. 22 juni krijgen we Jean-Paul van Bentegem hier op bezoek. Om te spreken eigenlijk over het denken en het leven van Leo Apostel. Toch een beetje de pater familias van deze grote vier, zeg maar. U kan zich daar vanaf morgen ook op de website van de bibliotheek op inschrijven. Dankjewel allemaal.